The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ik zit hier aan het voor de zon. Als het ergens over moet gaan, zijn de listen. Not the face! Rivers of Kung. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welcome to the AA. Al onze gasten zijn op een of andere manier uitblinkers in wat ze doen, maar slechts weinigen kunnen zeggen dat ze niet enkel tv-geschiedenis geschreven hebben, maar onderweg ook nog eens verworden zijn tot nationaal erfgoed. Er zijn BV-koppels, er zijn power-koppels, er zijn sprookjeskoppels en dan heb je onze gasten van vandaag, die we op dat vlak gerust oogcategorie kunnen noemen. Eind dit jaar zijn ze 25 jaar getrouwd en er lijkt nog geen sleet op deze beauty and the beast te zitten. Kelly, ik noem u al een beast achter uw rug. Ja, dus, Mona is verenigd hier in uw gezicht. Voor mijn rug ook, zeg. Dat dacht ik wel. Ze werden wereldberoemd in Vlaanderen dankzij de moeder van alle reality soaps, de Pfafs. Een programma dat tussen 2002 en 2011 wekelijks meer dan 1 miljoen kijkers aan de buis gekluisterd hield. Ze zijn echter veel meer dan de som van de delen. Zij is presentator, model, danser en schermgezicht. Als danser haalde ze de finale van Sterren op de Dansvloer in 2005 en een jaar later schaatste ze naar de halve finale van Dancing on Ice. In 2007 presenteerde ze dat ander oer-reality-programma Big Brother met Walter Grootaars en zong ze ook de intro-song. We zagen haar in programma's als James the Musical, Thuis, Raf en Ronnie, Zot van Vlaanderen, De Klas van Frida, Beste Kijkers, Opvoeden doe je zo. En in 2021 presenteerde ze het IMO-programma Waar voor je geld. Hij is zanger, tv-persoonlijkheid en Vlaanderens ideale, niet-ideale schoonzoon. Op 16-jarige leeftijd werd hij Belgisch kampioen soundmix met een imitatie van Shaken Stevens, de Engelse Elvis, voor de mensen die het niet meer weten. 3 jaar later zou hij doorbreken met zijn eerste hit Marijke, meteen goed voor een gouden plaat. Andere evergreens van deze kempenzoon zijn Kom mijn liefste meisje, Woolly Bully, Basketsloefkes en uiteraard Laat het gras maar groeien. In 2013 haalde hij met het nummer Feesten met Sam, een samenwerking met Frans Bauer en The Sunsets, de eerste plaats in de Vlaamse top 10. Hij was te zien in films als Plop in de Stad, waar trouwens ze allebei in zaten, als ook K3 Bengeltjes. Hij was jurylid van De Slimste Mens en in 2020 was hij een van de coaches van The Voice Senior. Samen hebben ze met hun kinderen Shania en Kenji sinds 2021 opnieuw een kijkcijferkanon in handen met Expeditie Goris. Een reisprogramma waar ze Europa, de VS en een in het derde seizoen Japan aandeden. Wie weet waar ze binnenkort naartoe trekken, maar vandaag zitten ze in onze studio. We zijn heel blij dat ze er zijn. You know them, you love them. Welkom Kelly Pfaff en Sam Goris. Dank je voor de uitnodiging. Kaas zal ik wel zijn. Amai, ik ben blij dat je er zijn. Maar je hebt voor mij wel eens werk gedaan. Ja, manneke, dat moet toch altijd. Je moet toch iets kunnen zeggen. Ik zelfs niet meer weet dat ik daar heb ingezeten. Of heb meegedaan. Ja, want ik zei dat ook gewoon opzoek. Bepaalde dingen heb ik gezien. Ik weet nog dat ik u heb zien dansen toen. Dat was 2019, hè? Ja, met dat ijsschaatsen, dat heb ik ook wel gezien. Dat weet ik ook nog. Maar ik zeg het, er zijn zoveel... Ja, jij hebt zoveel gedaan, hè, man. Je was het al zo lang aan het meegaan. Maar je staat er niet bij stil, hè. Ja, zo zie je maar. Ja. En jij bent nu 50, Sam. Inderdaad, jij wordt 51. Oh my god. Hoe was dat eigenlijk? Hoe voelde dat voor jou? Ik had meer problemen met mijn 30. Serieus? Als ik 30 weer, daar had ik echt last van. Maar 40, 50, nu dat hebben we niks gedaan. Dus... En waarom 30 wel? Ja, ik weet dat niet zo wel. Van 20er die sprong maken naar de 30. Ja, gaf dat ook niet tegen natuurlijk, hè, maar... Ja, ik had last met 30 te worden, maar mijn vrouw had dat toen zo'n fameus feestje... Vanmorgen georganiseerd dat dat rap over was. Hè. Ja. Weet je dan nog wat feestje was? Ja, dat was bij mijn schoenhavers. Ik heb meestal ontvoerd, morgens vroeg, wat dat al een pittige was. Ik heb me geblind ook naar de luchthaven, gebracht. En dan hebben we met een helikopter naar, wat is dat, bomsysteem, Puurs gevlogen. Gaan karten met familie en zijn beste kameraden. Ja, zijn met een helikopter op Puurs gevlogen. Dat was zijn droom om ooit eens met een helikopter te vliegen. Dus dan denk ik, als dat zijn worst day is, dan ga ik hem zo leuk maken met al zijn dingen, dat hem... En dan van Puurs dat de mooiste dag gaat blijven. Dan van Puurs hebben we naar een van zijn favoriete restaurants in Bilze, ze hebben daar gaan eten. En ik heb hem als cadeau, meet and greet,
Met Bon Jovi gegeven, die dat toen kwamen optreden. En dan is ze nog mee op podium gemogen. Och, allee. En s'avonds waren allemaal, als we terugvlogen, waren allemaal vrienden en kennissen en collega's bij ons thuis voor te vieren. Maar wat was uw 30ste? Weet jij dat nog? Nee, maar niet dat. Ik weet het niet. Het was iets met Tourte en Alien of zo. Ik weet, ik weet niet wat dat was. Garne, het was zeker niet een helikopter en Bon Jovi. Het roept niks van gemerkt dat ik 30 geworden ben. Ja. Wel cool. Ja, goed, man. Vind je dat leuk? Want dat is sowieso een goed verhaal of zo. Maar dat is... Ja, dat wil toch zeggen dat je... Daar zit ook liefde in. Het is niet alleen het verhaal. Dat moet je toch best de moeite doen. Ja, ik wil ook aannemen dat je wat meer connectie hebt, maar dan nog... Ja, maar als je zo ziet hoe dat iemand al 3 maanden eigenlijk er tegenop ziet om te verjaren, terwijl dat je moet genieten. Wij gaan heel vaak mensen een hart onder de riem steken en dan beseft je heel goed dat wij iedere dag blij mogen zijn, dat wij mogen doen wat wij graag doen, maar ook dat wij kunnen opstaan en gezond zijn. En dan vind ik dat gewoon heel spijtig dat je niet kunt genieten, omdat je een moeilijkheidsgraad hebt om u over iets te zetten. Dus maak er van iets wat je tegenop ziet, maak daar iets mooi van. En dan blijft dat een mooie herinnering. Want hoe erg dat hij het ook vond om 30 te worden, het blijft nog altijd een van zijn mooiste verjaardagen. En dat is... Mogen we wel vragen wat jij voor uw 30ste hebt gehad? Wat heb ik gehad voor mijn 30ste? Luistert, een half pakje. Een held in organiseren en plannen en zo. Dat hier begint het al. Hier begin een half pakje geslaagd. Maar vrouwken is al heel straf in dingen te organiseren en in niet te steken en zo. En ik ben nog een ramp in. Ja. Dus ook, bij mij is dat juist hetzelfde. Mijn vrouw is ook de organisator van de ploeg. Jij niet, hè? Jij bent eigenlijk de organisator bij u. Hè? Ja, ik vind dat ook wel leuk. Ja. Ja. Ik geniet er zelf zo plannen. Ja? Want ik zie nu dat waarschijnlijk als we dat kunnen doen, ja? en als absoluut. Dat dan lukt, is dat gewoon tof. Maar dat is hetzelfde met de vakanties die ik in elkaar steek. Hè? Dat is zo hetzelfde. Ik vind dat leuk om dat te doen. Dat Jasmin vandaag tegen mij. Zeg, wij waren aan het nadenken van misschien naar Griekenland te gaan deze zomer. Ik zeg, ja, Chicago, steek het in één. Ja. Dat is dan bij mij zo. Ja. Ik denk, presenteer de rekening en steek het in één. Ik vind dat altijd, ja... Ik kan daar niet zo'n tijd in. Jij kunt dat ook echt. Hè. Maar jij vind kunt echt gewoon zitten en ermee bezig zijn. Ja, ik denk dat gewoon het soort brein is dat je hebt. Of cadeaus bijvoorbeeld, voor de verjaardag of voor de feestdagen. Ik moet dat aan een ander gaan vragen. Wat moet ik dat verkopen? Ik ben daar ramp in. Ik heb gewist, iedereen de pakjes geslagen al onder de boom. En ik moest naar de laatste winkel gaan nog een cadeautje gaan talen. Want voor mij, hè? Zo'n teddybeer van het naftstation. Nee, voor mij. Geleverd. Dus ik was voor iedereen kerstcadeautjes gaan halen. En ik sta gewoon op voor mijn verjaardag en voor kerstmis. Ik vertik het om zo'n vrouw te worden die voor haar eigen cadeautjes komt en dan zegt, merci, schat. Ja, ik vertik dat. Ik doe zoveel voor hem tijdens het jaar. Dat zijn de 2 dagen dat hij iets voor mij moet doen. Ramp, dus kerstmis was daar. Ik had voor iedereen cadeaus gaan halen. Als ik u zeg, dit was om 4:30 alle chance dat we vroeg de pakjes die dat jaar gingen doen. En ik zeg, en dat van mij, hoe dat van u, heb je dat van u niet gehaald? Ik zeg, zo gaan we niet beginnen. Dus hij is nog snel naar de winkel gegaan, iets gekocht voor mij. Het was trouwens wel iets heel goed en heel schoon, daar niet van. Wat was je had voor mij een zwart kleed gekocht. Het kan. Ja. Zoiets. Jij kunt een kleed kopen voor uw vrouw. Dat zou bij mij ook al niet worden. Maar in de winkel te vragen van indien nodig, ze mag te komen wisselen. Hè. Ja. Dus ik ben een rampje. Maar dat is iets, daar sta ik wel op. Hij hoeft van mij voor de rest niet, maar dat zal ik wel in orde brengen. Maar voor mij, mijn verjaardag en mijn kerstmis... Dat wil ik dat dat van hem komt. En dan moeten we maar eens nadenken. Ja. Ik zag al zien dat je zei, van zoiets van het naftstation. En dan ga je al zo, het is al gebeurd, hè. Het is al gebeurd, Een bloemen. Wat is eigenlijk het schandaligste waar je goed mis hebt afgekomen? Dat je echt denkt, ik heb niet nagedacht. Was de laatste minuut en dat moest het dan zijn. Weet wat dat jij gaat zeggen? Ik paas die dingen zeker, die talenbustel, nee? Nee, dat was ik naar u. Dat is al niet goed, hè, man. Nee. Het jaar ervoor waren we kerstmis. Ik denk, dat waren de eerste jaren dat we samen waren. Was dat die pyjama niet? Ja, dat was de pyjama. Kun je nog herinneren, 25 jaar geleden, dat Donaldson zo nog wat in was? Dus we gingen cadeautjes kopen voor heel de familie. We waren denk ik nog maar 1 of 2 samen. En hij zegt, wat moet ik nu voor u kopen? Ik zeg, wat interesseert het mij? Al koopt u mij een pyjama van Donaldson.
tadaa, waar had ik mijn kerstmis? Een pyjama van Donaldson. Amai, dat is ook hele jaren 90, hè? Ja, ja, tuurlijk. Dat, maar dat was nog zo'n winkel. Wat passeerde net dat winkeltje? Maar toen had jij nog niet door dat al is nun, wil zeggen, ja, ja. Dat is min of meer het aardigste waar je mee kunt afkomen. Dat is een hele moeilijke zin van maken. Het smokt al niet zoveel uit, schattig. Dat is de minimum. Ja, ja, de pyjama is al goed. Het leegste waar je mee kunt afkomen is feitelijk de pyjama van Donaldson. Ah wel, dat gok het wel. Ja. Ja, en dus het jaar erop, met kerstmis, meneer was er niet altijd bezig over zijn tandenborstels en dit en dat. Dus deed hem van mij een elektrische tandenborstel, was hem niet content mee. Ik zeg, ja, voilà, kijk, als dat ook het minste is wat jij wilt, dan kreeg jij dat deze jaar van mij. Dus ja. Ik kan een hele intro doen over dat droomkoppel en dat wordt hier al direct ontdiegelen geschoten. Ja, nee, met twee. Dat zijn de beginjarekes gewoon. Ja, ja, het organiseren. Gaan we dat aftasten. Had je dat ook, maar ik had dat eigenlijk nooit gehad, want als je dan, dan zou je kunnen zeggen van je carrière en zanger en zo, dat, was er ooit een ander plan? Eerlijk gezegd niet, nee. Nee, tot de dag van vandaag ben ik daar heel, heel dankbaar voor. Ik kan het niet genoeg herhalen, want ik zou begot niet weten wat ik had moeten doen. Mijn droomjob was altijd eigenlijk op de luchthaven gaan werken. Mijn pa was politieagent op Zaventem, maar we gingen niet heel veel bezoeken. Toen mocht en ging dat nog. En ja, iets op de luchthaven, dat had me altijd enorm aangetrokken. Maar wat? Dat weet ik niet. Maar ja, ik was al als kind beginnen pleiteken. Maar ja, jij wordt al kei jong, hè? Als manneke van 8-9 jaar zeker, ben ik daarmee begonnen. Dat was toen een enorme hype in Nederland en dat kwam overgewaaid naar Vlaanderen. En dan denk ik Urbanus, de Côte d'Azur. Och. Daar ben ik mee begonnen en dan Shaking Stevens daarbij. Toon Hermans en Kelsink. Welk lieke was dat van Shaking Stevens? Marie Marie. Ah ja, Marie Marie. Ja, 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 juist. Ik hoorde die nog altijd gaar, hè. Ja, maar ik snap dat, want die had ook zo wel eens... This all house ja, ik ken het allemaal nog. Maar dat is ook zo... Ja, dat was omdat hij uit Engeland kwam, dat was ook al het zotte eraan. Ja, dat was zo de Engelse Elvis, hè. Maar ook zo later, zo gelijk dat je... In Amerika, die zijn ook populair eerst in Londen geworden. De Stray Cats, kende die nog? Ja, wat, dat is zo... Die stijl vond ik altijd heel tof. Omdat, en hij had dat natuurlijk ook, ja. Maar ik moest ermee lachen toen ik zag Shaken Steve. Ik dacht, damn, daar heb ik niet meer aan gedacht in jaren sinds dat ik dat gelezen heb. Toen ben ik begonnen met die playbacks. Waar kwam dat dan? Want was dat uw ouders die... Want, mijn ouders hadden een caravan in Dardenne. We stonden in Rondeu, daar stond een staancaravan. Dat was ieder jaar, dat noemden ze de gala. En dan mocht iedereen een sketch komen doen of een gedicht kunnen opzeggen of een dans kunnen opvoeren. En toen was de film uitgekomen, ik geloof in 77 of 78, van Grease. Ja. En dan heb ik tijdens die gala, John Travolta, Grease Lightning. Dat was een 4-5 jaar. Ja. Maar je bent vroeger toch begonnen in het café van uw ouders? Ja, maar ja, altijd zo. Ja, willen optreden. Dan kreeg je van de vaste en dan die klanten kreeg hem dan een centje voor in een jukebox te steken. Ja. En dan ging je op de tafel dansen. Want jij kunt ook keigoed dansen, hè? Wel veel minder. Ik heb nog nooit wat gedaan, hoor. Want... Maar dat staat toch in nu dan? Gaat dat wel, gaat toch sowieso een aanleg voor entertainen? Ja, Shaking Stevens. Ik was al fan van een Michael Jackson en zo. Ik denk dat het was na. En zo is dat allemaal gegroeid. Want jij kunt de moonwalk ook, hè? Dat heb ik al een aantal keer gezien bij. Maar dat ding is, dat zie je wel heel hard aan nu, vind ik. Je kunt je dat echt voorstellen. Je hebt zo van die mannen waar je van weet. Als kind stond hij op tafel iets te doen en mensen zaten er nog te zien. Ja. Ja, want die playbacks, dat waren dan wedstrijden, die soundmix-wedstrijden. Ja. Maar die noodslag, dat had me nooit of nooit niet geïnteresseerd. Dat was... die 3 minuten op dat podium, ik heb mijn ding mee gedaan, de mensen amuseren. En tot de dag van vandaag heb ik dat nog, mannen. Ja. Ik geniet dat nog altijd van en ik doe dat gewoon heel, heel gaar. Ja. En ook heel, heel stom, dan heb ik sowieso een backstage pasje meteen om te zien. Helemaal in het begin, in 89, dan namen die nog op. In Denderleeuw gewonnen, via de Joepie. Het weekblad de Joepie. Zo'n dag achter de schermen van teen om te zien. Nooit niks in mijn leven gewonnen, hè. Ja, met mijn vrouwke wil het groot lot, hè. Maar, goeie save. En in de namiddag... Met de vingers uit de goal noemen ze dat. In de voormiddag zo is het spelletje. En achter de schermen wel eens gaan afzien. En wat was dat? Weet je nog wat je toen voelde? Dan had ik in de mot, redelijk krap in de mot... Dat daar medewerkers, kabelslijpers en zo werden ingezet als stand-ins bij de repetities. Ja, ik heb mijn vinger kunnen mogen stoken, maar ik dat niet gaan doen. Je zoekt een drum van spelen, je op een gitarke, je een dansje placeren. En dan liep dat toen een manager, producer rond.
En die zei, manneke, wil je gewoon dat je aan je ouders geven? Was ze er gewoon aan toon? Ik zeg, ah, ik heb een wedstrijd gewonnen van de Joepie. Hier is een keurtje van mij, laat die ouders morgen eens bellen met mij. Ons moeder en ons vader dochter al, oei, wat had hem nou weer uitgestoken. En dat was maandags en dinsdags met mijn ouders zijn gebeld. En woensdag stond ik in Tongeren een stemtest te doen. En die mensen hebben mijn mama plukken opgepakt. En hier plukken twee. En zo is dat allemaal gekomen. Dus heel, heel stum. Ongelooflijk veel geluk gehad. Ja, ja dat, ik herinner me nog wel, dat was ook de tijd, hè? Zo eind jaren 80 had dat minder gekregen omdat dat des duivels was. Bij mij nee, thuis, dat... ja. Ik had echt? Een, ja, ik had oh, een nee. Nee, ik had een Engelse vader, hè, en, die net, allee, en die was heel anglofiel, dus, dat was dat, dus ik heb heel veel dingen niet meegehad. Nee, terwijl van, voor is, vanuit die tijd. Terwijl ik voor ben ons, echt een MTV-kind, ik. Ja, ik ook, MTV, keihard. Maar de jaren 80, dat was wel zo het begin van VTM10 om te zien, dat was wel... Ja, dat is 89, eind. Ik weet maar voor ons, in de lagere school, dat die singeltjes, alles wat erop kwam, dat had wel een impact. Hè. Op tien om te zien komen of niet, absoluut. Dat kon je carrière lanceren. Ja, ja, ja. Absoluut. Dus maar gaat dan wel door van, hier moet ik zijn? Ja, door. Het is allemaal zo, ja, geluk, ik zeg het. Ik heb geluk gehad in mijn leven. Mm-hmm. Maar dat was voor VTM, hè? Allee, als je vroeger zo de gele paskaart had en zo in de jaren 80. Antwoorden op een gele briefkaart. Ja, toch? Ja, 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 zo was dat was toen toch al. Ja, ja. Dus je deed gewoon altijd mee met zo van die wedstrijdjes en meedoen met quizjes op de radio en dan recordplay voor de laatste top 40 iets en dan reclammetjes rap op stop duwen om die reclammetjes niet te hebben. En dan in je Walkman steken en dan, oh, en dan waren we... Een Sony Walkman. Ja, tuurlijk wel. Een knalgele. Ja, ja. En dan met die lullijke mottige oortjes zo hierin. Met die moesjes. Ja, die oranje moesjes. Ze waren nog de beste. Die waren cool. Die gele van die Walkman, ja, die staken zo in je oor, die vond ik irritant. Ja, vond ik ook vreselijk. Ja. Ik verving die altijd door een andere koptelefoon. Ja. Allee, mijn zus kreeg een Walkman, ik niet, maar zij had er dan niet aan. Ik denk die en exact die gele. Deze. Waterdicht. Dat waterdicht, hè. Ja, dat moest zo, klak deed dat dan, hè. Je moest heel het gegeven zo open. Je ook nog in de dingen zijn, noemt hem dat, die film met Julia Roberts, noemt zij. Pretty Woman? Ja. Ah, oké. In dat zwembad. Ah, ja, ja, als je in dat bad zit. Altijd goed dat in die tijd, als je maar sports opzette, dan verkocht het. Want dat is niet nuttig. Ja, je kon ermee... Het was waterdicht. Je kon ermee gewoon zwemmen. Je kon ermee gewoon joggen ook, want dat was het ding, dat was het vooral, hè. Dat was het vooral. Je kon gewoon... van joggen ermee. Ja, ik weet nog dat ze zo ooit eens een poging gedaan hebben, dat was zo weet in de jaren 70, dat ze zo'n draagbare platenspeler hadden. Maar dat marcheerde niet zo heel goed. Ik heb wel nog de draagbare cd-spelertje gehad. Ja, zo'n Discman. Een Discman. Dat heb ik ook nog gehad, ja, zeker. En wij kregen voor onze 12e verjaardag kregen wij altijd een cassettendek. Ja. En ik weet nog dat... Ik had nog een dubbele. En ons Lintje weer 12 en die had een dubbele cassette en een cd-speler van boven. Ah ja. Kende jij nog je eerste cd'tje dat je gekocht? Ja, mijn eerste cd wel. Mijn eerste, mijn eerste plaat weet ik ook nog. Mijn eerste... Oh, de single weet ik. Ja, de single was The Strangers. Oh. Begon in Mexico in 1986. En op de achterkant Perestroika. Op CD nee, of singles. Op plaat. Ah, singles. Plaatje. Okay. Hij was dus zo'n groot, begon in Mexico en daar stonden die Strangers in zo dat oude... Ik weet dat nog. En de achterkant was iets met de perestroika, want Gorbachev, maar dan daar, hoe de kunst van het rijmen van de Strangers was ongeëven. Dat is de waanzin, hè. Wat was dat nou weer? Misschien een perestroika... En dan cha-cha-cha. Als ze geen woord hadden, zeiden ze gewoon cha-cha-cha. Ja, tuurlijk. Bij mij was het Jazz, The Only Way Is Up. Dat was mijn eerste singeltje. En ik denk... Bette, ga dat van aan nog? Ik denk Be That van Michael Jackson, denk ik. Ja, dat was... Be That, geloof ik. Mijn eerste was When the Lady Smiles, The Golden Earring. Ja. Omwille van dat clipje toen. Dat bed. Ja, en er is ook zo'n non dat hem zo die er kleren opentrekt. Ja. En dan heeft hij zo'n bikini eronder aan. Ja, de jonge, hele jonge Alex wist niet wat dat hem zag. Toen dat was echt zo, wow, wat is dit allemaal? En je kunt niet en dat denk ik ook met zo'n boer in zijn kop en zo. En dat, want dat is een zotte clipse, man. Daar weet ik nog, dat zijn echt coole nummers. Maar en mijn eerste twee vinylplaten, dat weet ik ook nog. Die mocht ik kiezen. Ik was toen redelijk jong. En ik heb die puur op de hoes gekozen. Zo, omdat ik niet wist. Ja, mijn vader zei, je moet twee platen meepakken. En dat was toen Number of the Beast van Iron Maiden. En Destroyer van Kiss. Zo, omdat dat zo'n grave tekeningen waren. En dan zei mijn vader thuis zo... Allee, we zullen na plaat eens opzetten. En ja, ik bedoel, als je kijklijn zit, ze er niet voorbereid op wat Iron Maiden is. Want dat hadden nog nooit niet gehoord dan. Dus dat kwam op en ik keek en die keek naar mij en je zei...
Isanna wat dat gaat goed vindt. En ik wist ook niet waar kruipen. Zo, het blijkt dat ik dat achteraf later allemaal goed ging vinden. Maar toen zat ik er zo... Wat de fuck heb ik hier gekocht? Dus ja, dat was meer op hoezen dan op een lieke dat ik wou hebben. Dat ik nee, dat die, heb. Die plaat van Kiss, was dat met die strip op die hoes? Ja, nee. Dat is Unmasked. Ik weet nog welke dat is. Want die heb ik ooit een bubblegum van gehad. Ja? Zo, daar verkochten ze zo'n bubblegum plaat van. Nee, die is dat. Destroyer. Dat is die met die vier neffen één. Dat is een van hun bekendste hoezes. Ik had het die mee. Ja. Unmasked is die met die strip op. Die moet eens even zoeken, dan vinden ze. Ja, dat is echt cool. Ik heb dat Talk to Me, Talk to Me. Dat stond er ook op. Ik heb Tony en LP voor dat leken. En ja, Unmasked. Dat is die, je met je strip. Ja, dat is hem. En op tende doen ze allemaal hun maskers op, af. En hun eigen, diezelfde koppen zitten eronder. Dat weet ik nog. Zodat dat de laatste tekening is. Ja, cool. Mega graaf. Ethisch kinderen, hè. Ja, toch iets speciaals. 70, hè? 70, hè? 73, 72. Trek maar eens een flesje wonen van 2 of 73. Je gaat nu weten wat dat gaat betreft. Welk jaar ben ik? Ik ben van 78. 78. Ja, dat gaat het toch met 7 moeten gebruiken, denk ik. Ja, goed. Jij hier de jongste van de hoop, zeg. Nee, Marijke. Ons Marijke. Ah, ja. Dat is, die is van 2012. Nee, dat is niet waar. 2001. Sorry dat ik met Marijke. Sorry dat wat ik u van zijn leven heb aangedaan. Ja, dat is wel waar. Dat is oh, Marijke, hou me dan vast. Als je nieuw bent, is dat het eerste. Dan ben je wel zo vaar zitten, hè. En dat zal die, ja, dat is inderdaad, dan stond ik er ook ineens bij stil. Ja, hoe dikker zei jij niet al, oh, Marijke gezicht. Ja, maar toen ik ze leerde kennen, ook, oh, Marijke. Dat je doet altijd, iedereen dat een Marijke is, heeft dat toch al moeten aanhoren. Als je die ontmoet, wel. Dat kan. Ik bied altijd mijn excuses aan, naar de dames. Dat is wel je lief dat je dat doet. Maar, maar het is wel rap gegaan bij u, dat weet ik nog. Allee, voor u waarschijnlijk niet rap genoeg, maar ik weet wel, toen je er was, nooit meer weg geweest. Ik heb daar geluk in gehad allemaal, echt waar. Mijn eerste singeltje was Laat mij nu zingen. Ja. Dat heb ik één keer het een om te zien mee gehaald. Dan was het Samen uit, Samen thuis. Twee keer het een om te zien mee gehaald. Wacht, ben ik al aan beginnen denken? Ik denk Marijke dat dat 4 of 5 pas was. Hè. En dan, ja, dat was een boom. Hè. Daar heb ik alles aan te danken tot de dag van vandaag. Ja. Dat kon er niet onderuit. Hè. Dat is, en dan het geluk gehad ook met Gras en dan Basketslufjes. Dat zijn zo de 3 nummers. Mm-hmm. Tot de dag van vandaag waar ik ongelooflijk dankbaar voor ben. Ja. Weet je dat nog? We voelden dat nog zo, dat moment dat je denkt, shit, dat is hier rond gebeuren. Ja, dat gaat rappel. Dat is ook al, ik ben ook allemaal nooit niet mee bezig geweest. Je voelde toen dat Marijke dan ontplofte ook over wat je ging optreden. Dat was nog niet like Koen Wouters, maar de toestanden meegemaakt. Dat je zegt, we zitten hier in Vlaanderen nog, Armen. En dat passeert, je staat daar ook niet bij stil, je doet je dingen. Altijd ook van thuis uit, ons moeder en ons vader hebben dat er altijd heel goed ingehamerd van, koester dat jongen, want dat kan allemaal heel vlug gedaan zijn. Geniet daarvan. En ik, tot de dag van vandaag, kan dat niet genoeg herhalen. Ik koester dat, ik geniet allemaal van. Zolang dat duurt en dat ik mag doen, hetgeen dat ik heel graag doe. En ja, dat gaat allemaal zo rap. En dat is het gevoel dat je ook altijd bij je had, vond ik. Hè. Zelfs dat je je niet kende, hè, persoonlijk, of niet had leren kennen, of ook niet via, of met een tussenweg ertussen. Gewoon de figuur Sam Goris. Dat ik altijd, jij straalde nooit uit van, ik ben hier de man die zo... Ik begin mijn carrière met een gigantisch plan en dit is de ambitie en daar moet het naartoe. Ja. Maar je ziet wel iemand, en dat is... ik heb ook al heel vaak bijvoorbeeld in tankstations s'avonds gestaan na een optreden. Het is Sam Goris, die komt hier KFL en denk, die doet dat allemaal heel geren. Ja. Dat is eigenlijk vooral hetgeen wat dat voor u altijd de drijfveer geweest is. Is op dat podium staan. Dat we hebben mogen doen, Alex, dat is met de mensen. Allee. Mensen gaan werken, kopen een ticketje voor naar ons te komen kijken. Een applausje te geven. Ik ben daar dankbaar voor. Ze moeten ons toch maar vragen en goestingen met om ons te vragen. Dus. Ja. En je gaat nooit, want uiteindelijk had het ook vaak over opladen. Hè. Want dat herinner ik me ook nog zo, zeker ook de eerste seizoen van de Fabs of zo, dan was dat heel vaak, was er vast, en dat jij doorging. Dat jij moest gewoon werken. Maar dan had ik door hoeveel dat jij dat moest doen, dat jij elke avond je kon opladen. Dat is toch... Iedereen heeft toch een slechte dag of zo? Op punt thuis krijg ik enorm veel van mijn vrouw en mijn gasten. Allee, ons gasten die zijn niet van mij alleen natuurlijk. Hè. Van Kelly en de gasten kraak ik ongelooflijk veel. En van de mensen zelf. Je kunt ergens die kapot toekomen, maar eens dat goed komt,
die energie, hè. Mm-hmm. Ik heb dat toch kwijt, ik kan in collega's krijg daar ontzettend veel van, ja, ik heb daar nog altijd voldoening van. Ja. Zag je ooit dat je eens moet gaan optreden? Dat je zo denkt van, man, hier heb ik echt geen goesting voor vandaag. Oei. Maar ik doe er ook niet meer dan 2 nog op een dag, maximum. Nee, maar als je zaagt, ik is het meer... Ik doe niet meer dan 2 op een dag. Nee, maar als hem zaagt, dan is het meer omdat een familie aangelegenheid heeft, of een trouw, of dit en dat, kan en hij moet bazen. Gaan optreden. Ja. Of hij is er dan wel even... begin, nee, met het middenstuk niet, en dan is het bij het einde en dan mist hem eigenlijk niet. Meer op die momenten. Maar eens dat je in je notto zit, ja. Dat is een klik, hè. Ik heb dat... ik zeg van die 2, ik ben ook eerlijk tegenover het publiek. Mm-hmm. 1, oké, 2 vind ik al op mijn lijf taat. Mm-hmm. Ik spring ik zo niet meer rond, like vroeger. Maar als ik bij mijn 2 voorstel, jij komt ergens toe, hoe lang speelde jij dan? Ongeveer? Dat is al ongeveer een 35, 40, dan heb ik er vanaf 45 minuten maximum. Ja. Dan is mijn paap knaat. Is dat live on tape, zoals ze zeggen? Dus dat jij je muziek speelt en dan zingde jij Of nu met een live band, wat weken spelen we met een live band in Hasselt. Ja. En dat gebeurt regelmatig ook, maar dan is dat meestal met collega's. Ja, ja. Dan doe ik een setje van 6-7 nummertjes met Sergio samen en zo. Oh, ja. Willy Sommers, Eefke Seigers. En dan is dat ene vast en band en die begeleiden ons dan een hele avond. Ja. Maar dat zijn meestal maar 6-7 nummertjes. Dat is ook zo dat een. Ook zo, Willy, dat die generaties. Dat je allemaal mee ouder wordt. Dat vind ik ook wel boeiend. Ik vind dat een interessante wereld. Ja, en ook altijd dankbaar voor nieuw talent. Sommigen geven daarop af. Ik ben heel dankbaar met een nieuw garde. Wij kunnen dat op mij zwijven. Laat mama veel programma's gaan juichelen voor die mannen. Toppie. Maar snapte jij wel dat sommigen het er moeilijker mee hebben? Want ze hebben dat wel zo wat geprobeerd. Ik zeg het over de Camille's en de Pommelien Thijs. Ja, ik vind dat fantastisch. Ja. Mensen met ongelooflijk tof talent en goed talent. Maar dat moet je wel kunnen, hè, Sam. Niet iedereen kan dat. Hè, maar ik vind dat tof. Hoe meer nieuw talent, ik kan dat alleen maar toeroepen en bejubelen en... Ja, ik ben daar heel dankbaar voor. Ik vind dat tof, ik vind dat plezant. Ik heb altijd iemand geweest, ook. Ik gun iedereen succes. Succes. Ik ben content als iemand succes heeft. Ik ben content in deze pluts mee. Ik vind dat tof, ik vind dat plezant. Ja. Dat is ook omdat je weet wat dat die persoon ervoor moet doen. Hè? Ja, ja, absoluut. Want de meesten zien alleen maar het mooie ervan. Hè? Maar je ziet niet hoeveel tijd en van links naar rechts te moeten rijden, die afspraken, die details nog bespreken, bij vrouwen of bij mannen, als je dan nog videoclipjes en de styling en de dit en de dat, en iedereen wil dan ook iets van u, dus je moet overal tegelijkertijd naartoe zijn, want ja, je moet het ijzer smeden zolang dat nog warm is. Dus diegenen die nieuw komen aandraven, dat zijn diegenen die echt keihard moeten werken de komende 4-5 jaar om zich toch een klein beetje te gaan manifesteren. Stabiliseren. Dus waarom gaan klagen als iemand zodanig hard zijn best doet? Dat moet je juist aanmoedigen. Dat is omdat de meeste mensen het niet weten. Hè. Allee, dat is gewoon, je hebt niet door dat buiten dat de moment de gloire dat je te zien krijgt, dat daar een hele dag onvooraf gegaan is. Maar hè. Bijvoorbeeld, ga jij graag zien dat nieuw talent? Jawel, ik vind dat allemaal cool altijd. Ik ben ook altijd fan van nieuwe mensen die goed zijn, omdat ik ook vind dat het is eenderwaar. Laat het nu het Vlaamse lied noemen, of laat het nu comedy noemen. Dat sterft uit, hè, als wij alleen degene zijn die dat moet blijven doen. Ja, is dat dus een... dan gaan die toch aanmoedigen. En dan wil je dat die het goed gaan doen. Want hoe meer dat er zijn, hoe meer dat jij je eigen ook kunt gaan... apart gewoon identificeren, omdat er een waaier van smaak is eigenlijk. Ja. En ik denk dat het natuurlijk ook helpt in alle beide gevallen. Bij u is dat ook, maar dat is dan een ander vlak. Ja, je hebt ook uw afspraak met de geschiedenis gehaald. Hè? Allee, ik bedoel, dat iets, dat gaat nooit niet dood. Je hebt iets neergezet. Ik denk dat het ook moeilijker is, denk ik, als je nooit... een vorm van succes hebt bereikt en dan komt er een nieuwe garde. Dan denk ik dat het minder makkelijk is om grootmoedig te zijn. Misschien wel, of je bent gewoon niet tevreden met waar dat je het hebt gehaald. Ja, ja. Die tevredenheid moet je gewoon ook hebben. Dat is belangrijk. Als jij je ingesteldheid hebt van daar en je hebt het niet gehaald, maar dan zit je ergens ook je focus kwijtgeraakt. Ja, want dat wil ik eigenlijk zeggen. Ik heb niet het gevoel dat dat bij Azo zou geweest zijn. Dat zelfs als jij niet Marijke had gehad, of niet zo weten waar dat iedereen u voor kent. Zelfs als ze niet weten dat het van u is, kennen ze het. Hè?
Dat is zo'n nummer dat... Als je iemand zegt, mijn naam is Marijke, het eerste dat je hoort in je kop, oh Marijke. Ja. Dus je of weet ik ga het graas ja. even doen. Laat het, ja, oh, ja, laat het graas groeien. Groeien. Of badsloefjes. Ja, ja, dat is zo. Ja. Iedereen kent amai, dat. Maar dus... schoon basketsloefjes, zeg ja, je. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Je hebt woorden geclaimd, hè. Dat ja. is, ah, is cool, dus dat zijn zo de dingen ja, dat je denkt... Geluk hebben. Maar zelfs, ja, denk ik, als dat niet was gebeurd met jou, dat had niks afgedaan aan hoe gair dat jij op een podium staat, of hoe leuk dat je dat blijven vinden, denk ik. Ik denk dat dat bij jou nog van ergens anders komt. Ja. Dat het niet... Want jij zit toch zelden iemand dat er zit en zegt, moet nou eens zien wat ik allemaal gedaan heb. Nee, jij bent meer iemand dat zegt... Doe jij nooit. Van, ja, dat, ik doe mij bijvoorbeeld wel. Hè. Ik heb ah, ja? zo'n kant in mijn eigen dat ik denk, ja, we zien eens wie dat wel. Hè. Maar dan denk je, op die manier naar dingen kijken, heb ik dan geleerd mee ouder te worden, daar word je eigenlijk niet gelukkiger van. Je wordt gewoon gelukkig van iets te doen dat je plezant en vindt. En aan jou te zijn. Ja. Ik kan ook geen typeke spelen, dat is, ja. Ik kan dat niet. Nee. Ik, what you see is what you get, dat is nou lelijk dat ik dat over mijn ogen moet zeggen, hè, maar ik denk dat ik dat ook al heel veel mee kapot gedaan heb, hoor. Mm-hmm. Met mijn gedachten en zo te zeggen, en bijvoorbeeld dingen niet aan te nemen en niet te willen doen. Mm. Maar ja, ik kan me ook niet anders verder doen dan dat ik zin. Ja. En je kunt voor iedereen niet goed doen, Alex. De ene kan mij aan, de andere niet. Mm-hmm. En dat is goed zo allemaal. Ik denk dat er twee aspecten zijn bij u die dat doorslaggevend zijn waarom dat jij deze zo graag doet. Eén, omdat jij zegt gewoon heel graag omringd met mensen. Mm-hmm. Hij heeft gewoon heel graag mensen rondom hem. Hij is thuis graag privé, hè, daar niet mm-hmm. van. Hè. Maar als hij buiten komt, hij doet niet liever dan een klapje te doen... bij de afpomp s'avonds stoppen om die mensen even een praatje te doen, koffie te drinken, zo dat. En een van de mooiste dingen, toen ik net met hem samen was, en dan vroeg ik aan hem, ik zeg, en zingen, en wat vind je daar nu zo leuk aan? En dan zei hij tegen mij, de 30 minuten, 45 minuten dat ik optreed, is eigenlijk de bedoeling dat ik de mensen hun zorgen laat vergeten. Mm-hmm. Dat als die komen, dat die eens even niet denken aan hun miserie. Dat die niet moeten denken aan wat dat er is. Mm-hmm. Maar gewoon... Teken plezier. Even 30, 45 minuutjes vakantie in de kop. Ja. Dat is mijn doelstelling als ik erop sta. Want je ziet zoveel miserie en je hoort zoveel miserie en dit en dat. Terwijl op een gegeven moment corona kwam, ik was hem kwijt voor 3 uur. Want hij ging even naar de gazettenwinkel. Stond hem dus op een afstand, 3 kwartier, gewoon met alle mensen die passeerden. Gewoon omdat hij miste het sociale contact met mensen. Dus ik denk dat voor u de twee grootste dingen zijn waar je energie uit krijgt en een drive blijft behouden en ervan kunt blijven genieten, is die twee dingen. In dat jaar. Ja. Mm-hmm. Ja, dat is goed gezegd, want dat is ook een beetje hetgeen waardoor... Dat is een beetje de conclusie van alles dat we tot hiertoe wel aan het zeggen zijn geweest, over dat ik denk dat zelfs als de grote hits er niet waren geweest voor jou, dat jij dat nog wel gedaan hebt, is omdat jij dat niet helemaal 100% voor je eigen doet. Kijk, als iemand dat jij er staat en zegt, ik heb die mensen even dag gegeven. Mm-hmm. Terwijl veel dingen dat ik deed, vertrokken vanuit mijn eigen. Zo, vanuit eigen. Ik heb deze gedaan. Zo. En het is ook niet slecht, en het is pas later, wanneer dat gauwer wordt, dat je begint te denken, ja, maar ja, het gaat niet alleen over haar. Dat heeft lang geduurd bij mij, vooraleer dat ik daar was. Ja. Zo, dat moet ik wel zeggen. Dus ik vind dat wel, en dat is iets dat ik een beetje altijd in u gezien heb, zonder dat ik het kon uitleggen. Dat ik dacht, ja, die gast staat terecht voor een reden, dat is alleen plezier. Die een doet dat echt graag. Jij gaat geen 2, 3, 4 keer op een avond optreden, omdat je denkt, ja, ik wil ze alleen maar verdienen. Jij staat daar omdat je zoiets hebt. Ja, dan heb ik het gevoel en vandaar dat, ook, ik wil het juist proberen te vertellen van, ik doe er nog maximum 2 op een dag, omdat ik ook eerlijk moet zijn naar het publiek toe. Ik werk er 51 en ik moet eerlijk zijn naar mezelf, maar vooral naar het publiek toe, want die leggen dat centjes van mij en die doen de moeite voor te komen zien. En als je voelt dat derde optreden is er te veel aan, dan moet je dat niet doen. Mm-hmm. Niet van geen goesting, maar eerder van de energie dat hem kan geven aan zijn publiek. Ik weet ook van mijn ogen, ik ben geen Helmut Lotti, mm-hmm. geen Sergio of geen Natalia, wat stem is. Ik ben maar een simpel zangerke. Ik weet wel wat ik aan kan, wat ik niet aan kan. En daar ook rekening mee houden. Als je dan 2 keer moet gaan optreden, ja, dan moet het goed zijn. Ik wil altijd, de mensen hebben daar recht op, dat ik maar 100 smaad voor hun. En niet maar 75 of 80%. Nee, dat moet patat,
dat moet erop zijn. Dat, die mensen hebben daar recht, recht op. En dat moet, ja. Is dat, en ook dan, zo, is dat ook soms niet, en dat is een compliment dat ik geef, maar je hebt een heel jong uiterlijk. Het is goed dat je dat zo inlaat. Nee, nee. Nee, nee, maar dat is wel, je hebt een enorm jong uiterlijk in C. Nadat ik heel dicht over u stond, je ziet inderdaad, er is een rimpelje bij. Maar zeg, nog maar rimpels. In C, dat is van te denken, hè. Dat is van te pazen, hè. Van na te pazen, hè. Maar ik denk dat op de duur ook, als je ouder wordt, wordt dat ook iets... Ja, mensen kunnen dat bijna niet begrijpen, dat jij ook ouder wordt. Mm. Ja, 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 maar toch, ik zeg daar regelmatig van. En dan zeggen ze, ja... Allee, hoor, we zijn toch nog geen 50. Ja, ja, ik word er 51. Ik ben daar eerlijk in, ik voel dat. Want er wordt ook gezegd, allee, dat is een beetje het gerucht hier, dat er ook een groot, nee, goeie, ook dat er een groot verschil is tussen hoe dat... dat gaat thuis eigenlijk een beetje een huismussen. Een pp'ke bedoelde. Dat is... Jammer. Pak over, Kelly, dat is wat zeg ik zeg. Zeg het hoe dat het is, hè. Zie. Een pp'ke. Maar ja, gij, zeg maar zeker. Bedankt, hij heeft... Dat noemen ze een lead-in, hè. Ja, bedankt, ja. Die sympathiek van kom op de gast. Maar gewoon liggen. Ik zal het zeggen, hè. Zal ik hier wel een toos in mijn zetel? Je moet het gewoon zeggen hoe dat is. Ja, maar ja, soms hij is aan een eigen stoel. Okay. Is dat er zo binnen die zo openklapt? Nog juist niet. Maar dat wilt hem wel, hè? Ah ja, maar ja. Maar nee, zo vaak. Hoe ouder dat ik word, hoe meer dat ik het begin te snappen. Zo, dat ja, is al dat ik kan zeggen. Nee. Ja. Hij is zo'n stoel en ook eentje, een poefje ervoor, dat je zijn voetjes... Ja, het scheelt toch al dus niet veel. Dus het is nog niet met ja, de trek. Zover zijn we nog niet, maar het is wel. En dan dat is de eerste stap voor dat ze zo de muur moeten uitbreken om u met een kraan in uw bed uit het huis te trekken. Zo, hè. Oh, als je daar naartoe begint te gaan, zo die... Ah, ja, ja. Flapzetels, waar je van denkt, ja, het is echt om zeep na, hè. Dan doen we niks niet meer. Nee. Hij is een goeliokus eten. Goeliokus, maar slufjes, hè. Voilà, is een goeliokus, dus dat zijn ze van die mokassakjes met een pelsje in. Oké, en waarom heet dat dan een goelio? Waarom dat goelio Iglesias draagt ook altijd zo van die slufjes. Draagt hij zo'n slufje? Ja, ja. Dat is zo'n spul, zegt of dat van die Spaanse instapslufjes. Dat zijn goelio's, hè. Ja, dat zijn goelio's. Met mijn pelsje in, dat geen kapotjes heb. Zo dat. En dan, ja, dan eet hem de bakjes naast hem. De afstandsbediening. Ja. Zijn bakjes. En dan zijn brilletje er even. Voor het geval dat hem iets, dat hij meer een melding krijgt van HLN. Want dan moeten we het allemaal weten. Want hij heeft alle apps van alle verschillende kranten. Maar meneer moet nog altijd zijn gazet hebben. Ja. Dus... En dan... ken je dat zo? Het is cross. De cross moet op. Zondag namiddag. Je vindt hem als hij niet moet optreden. Zit hem daar. En hij zegt, kom schatje, we gaan naar daar. Doe ga maar liefje. Amuseer u. Ik ga naar de cross zien. Of mijn koers, ja. Tijf wijken, hè. Zo daar. Het is wel funny, want het wordt deze jaar, hè, ze zijn al 25 jaar getrouwd. Ja. Ze worden alle twee redelijk jong ook, denk ik. Ja. Goed, hè, dat je het zo lang... Ik mag naar het gemeentehuis, hè. Hoe was het? Voor mijn medaille van moed en zelfopoffering. Ja, ja, goed. Kreeg een stembeeld op? Oh, ik hoop het zo. Ja, ja, zo. Dat je eraan komt en dat er zo'n heel delegatie is, dan met zo'n doek van een ding. Zo zijn al zeker. Zij overleefde Goris voor 25 Tadaa. Jaar. En dan wil ik een halo, hè. God, ja, ja. Dikke toch. Ja, maar die ligt hier niet al klaar boven? Denk ja, het wel, die heb ik al 12 jaar geleden gekregen. Dat zal wel zijn. God zou niet daarvan, denk ik. Of vooral lezen. Ik ga boven, komt dan net deze weet hier, kom, want hier anders dat je zag, kan ik niet aan anders. Maar we zijn al 25 jaar samen, je hebt elkaar leren kijken. Klopt dat, op dat, zo'n festival in Oostende, zo dat Sterrenslag? Dat was een televisieprogramma, Sterrenslag. Ja, ja. Ja. Hoe was dat eigenlijk? Want ja, was dat... vanaf de eerste seconde, boeng erop, of niet? Oh, Sergio. Eigenlijk wel en niet. Het is, nog kaf, nog koren. We moesten voor dat spelprogramma, moesten we de avond voordien toekomen. En ik woonde toen in Australië en mijn vlucht was te laat, waardoor ik iets later was. Maar Serge had tegen mij gezegd, want ik kende Serge van het Swingpaleis. En hij had tegen mij gezegd, Kellyke zet hem, ik ken de ideale voor u. Als je dat wordt uw man, daar ben ik zeker van. En je kent hem dan als hij begint. Hè. En ik zeg, ja, het zal wel best zijn. En ze weten wat, tijdens de avondeten, ik zal een plutske voor u vrijhouden. En dan zit het er maar nefest. Dan moet hem eens leren kennen. Ik zeg, oh, is goed. Maar ja, ik was dan te laat, want mijn vlucht was te laat. Dus ik kom daartoe. En eigenlijk zijn wij aan de praat geraakt. Eerst dacht ik, oh, zeg, wat is dat nu?
Allee, niet zozeer. Wat er, dat bedoel ik niet. Dat ja, bedoel ik. Ja, Sam, maar wat ik bedoel, daar komt het allemaal boven. Zo, er is niks zo erg als ze mensen geen nutleg geven, maar een geluid ja, maal in doen. De kop zo. Ja, maar, zo, ja, maar nee, maar wat ik dus... Wat vonden van de Sam? Ja. Ik zeg, maar, ja. Het is don't judge a book by its cover. Het was meer dat gegeven. Wat bedoelde je? Je mok het alleen maar erg. Nee, dat is niet waar. Ja, ja. Dat is niet waar. Want het was... Het was deze armen waren, maar als ik het u zeg, zo, mm-hmm. vol met allemaal van die zwarte bandjes. Kun je nog herinneren? Je weet dat nog. Ja, want ja. Die fans, de fans gaven hem dat. En hij was dan zo lief om dat allemaal... Maar hij had ook alles wat hij van fans had gekregen, had hem aan. Dus hij had zeker 5, 6 kettingen, zelfs een gouden piemel had hem aan zijn nek hangen. Een dikke orenbel. Jammer. Zegt me dan niet dat je zo... Maar ja, het is toch zo. Het was toch zo. Ik denk ik hier niet ontjokken. Dus... Maar een gouden piemel. Ja, dat had hem ook gekregen van een aan een ketting. Aan een ketting. Ja, was, je... was dat zo'n gedetailleerde? Of zo? Ja, 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 ja. Alles erop in de rank, heb nog ergens in klas liggen. Meen je dat? Ik zou hem ook nooit meer wegdoen na dat moment. Hè, dat je elkaar niet leren kennen. Dat moet hem ook niet wegdoen. Je kunt ook elke discussie winnen en zeggen, heb je ooit een gouden piemel gehad? Ik ken hem. Moet een gave. Je ligt bij mij in de... In de kluis. In de kluis. Sorry. Je bewaart een gouden piemel in de kluis. Man, we komen weer stuf te weten. Momentje, maar ik gun het al ten eerste. We zijn erover. Hij is erover begonnen. Ja. Gullen God erop fut. Ik heb een piemel op mijn net. Ja. Ja, je kent dat. Zeg het woord piemel tegen jongens en dan moeten we even zijn vertrokken. Dan moet even wachten. Ja, ja, daarom. Ik gun al een momentje. Dat is een toffe. Maar sorry, jij wordt nog aan het zeggen. Dus hij had van alles rond zijn nek hangen. Hij had gewoon van alles rond zijn nek hangen. Hij had nog zo'n leren visje aan van Zino Judy, zo dat. Ja, Zino. Oh, oké, maar alstublieft. Willen we terug in de tijd gaan en zeg me dan nog eens. Zino, je had ook Systeem Nouveau, had ook nog. Dat was een goede ja, 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 nee. Zino en Judy was voor de... Zino en Judy en een... Oké, hij had wel een 501 aan. Nou, dat was chic, hè. Mensen dat was geen goede kopen frak, hè. Nee, totaal niet. Dat was een... Niet. Kijk, hij had die linkse. Ja, sorry. Die linkse, die, ja, dat is de klassieker, hè. Ja, ja, die had aantoon, hè. Ja. Nee. Dat was een andere. Trekt er wel op. Mm-hmm. Hier, was het die? Die vierde? Trekt daar ook op, hè. Kijk, het trekt allemaal op. Het gaat vooral zo die... Dat vlakje daaronder heb ik ook gehad, hè. Daar heb ik nog mee opgetreden. Ze is zo leef voor mij, het een om te zijn. Ja. De tweede onder, daar rechts. Ah, die? Die heet een duizig. Ja, je hebt hem, ze. Nou, heb ik nog aangehad voor het een om te zijn. Dat is zo leef voor mij. Ik heb dat nog thuis hangen in de zak. Ja. Ik denk dat onze Kenji van Shania dat soms iets aandoen. Vintage leather jacket. Yes, wat vragen ze ervoor? Wat vragen ze ervoor? Dat zal deze zijn, denk ik. Ik wil niet zien. Ik ben toch eens benieuwd. 90's Zino en Judy. Dat kan wel eens mee. 70 euro. Ja. Pas op. Start, hè? Start. Startprijs. Ja, ja. Verdek me toch. Ja, zwart. Dus, en dan uiteindelijk ben ik toch naast, in de loop van de avond, ben ik naast Sam terechtgekomen en begonnen wij te praten met één. En dat was eigenlijk heel snel, ik denk nog geen 20 minuten, half uur. En iedereen rondom ons viel gewoon weg. Mm. En wij hebben toen uren mee in zitten babbelen. Wij hebben toen ook gekust. Want ik zei... We gaan dat vooral niet terug boven. Ja, wel. Waar jij die over monopeet begonnen? Ik zat rap op mijn knieën, maar niet voor dat. Ja. Ik was van bed gevallen. Dat was ik bed aan het springen en sloeg eraf. Wie had dat gezien? Niemand had dat gezien, alleen ik. Niemand had dat gezien, alleen ik. Ja. En ik kwam op mijn schoot en ze ging maar kussen. Hè. Ja. En ik kreeg 3 kussen op mijn kaak. Ja, ik zeg, schand. Ja. Ik wil een echte. Ze zei, als jij mij gaat kussen... Als je me kust, ben ik verkocht. Ik zeg, dat is de bedoeling. Nee. Oh, dat is wel schoon. Ja. Want je wordt cute, maar gênant. Maar een zwart hart begint hier zelfs een beetje te ontdooien. Dat is keischoon. Dat maar kan je niet maken. Voor alle duidelijkheid, je wordt single. Ja. En je wordt heel jong, dus word je op dat moment al klaar voor zo'n commitment? Nee, wij wisten... Of voor de zoekende? Nee. We waren alle twee niet zoekende naar een relatie, maar we wisten het gewoon direct. Wij waren na 3 dagen al aan het grappen en aan het grollen over... Over kinderen?
daar waren we niet over aan het grappen, daar waren we elkaar voor over aan het informeren, maar wel, wanneer ga je met een huwelijk vragen? En dat hij zei tegen mij, ja, vraag jij het anders? Of dan zaten we ergens en zeg ik, ja, dan zei hij, zal ik het nou vragen? Ik zeg, nee, ik zie het niet. Doet dat een andere keer. Dus wij waren echt zo. En dan heette mij na... Want ze toch in hetzelfde jaar getrouwd? Ja, wij hebben na 40 dagen heeft hij mij ten huwelijk gevraagd. Maar ik was toen, omdat wij zo van in het begin al aan het... Zie je gezicht? Nee, ik zit echt Wij waren echt zo over die... Nee, ik zit van... Nou, was ik naar rap, 40 dagen. Ik ben slijten. Nee. Ik zit echt... Maar die, dus hij vroeg mij dat. Maar omdat we zo vaak erover aan het grappen waren... En hij ging op zijn knie zitten en ik dacht, ja, die is hier weer aan het grappen. Dus ik... Dus had eerst al aan een vader gevraagd. Ja, maar dat wist ik niet, hè, voilà. Dus hij gaat op zijn knie zitten en hij vraagt mij ten huwelijk. Ik denk, is die nou serieus of is deze weer een grap? Dus ik kon op dat moment niks beter ook bedenken. Ook nog op mijn kniptang. Dan zeggen, ja, als je het meent, ga dan op de juiste knie zitten. Er is geen juiste knie. Maar ik moest het gewoon even zeker weten of dat hem weer niet aan het grappen was. Want en hij ging op die andere knie zitten, waardoor ik dan wist van... Oh, oké, hij meent het echt serieus. Ja. Maar ja, dus... Wat is een serieuze Sam eigenlijk? Een serieuze Sam? Omdat je zei... Ja, die kreeg niet veel mensen te zien. Ah, wel. Maar serieuze, dat, vind ik, dat is ook dat is niks Sam. Mis mee. Dat is mijn privilege, noem ik dat altijd. Mm-hmm. Een serieuze Sam is... Vind je dat ik redelijk serieus ben? Jij kunt serieus... Ja. Maar een serieuze Sam is... En dan helpt hem het al direct naar de kloten. Toch wij erg dat ik dat van mijn ogen moet zeggen. Ja. Die een brave jongen van Brasschaat zegt hem dat. Ja. Nee, een serieuze Sam is iemand die dat... Het is goed dat je zo begint, hoor. Denk ik wel serieus. Die kan gewoon diepgaande gesprekken doen, mee filosoferen over dingen. Die heeft bepaalde inzichten, waardoor dat je gewoon zoiets hebt van, godverdikke Goris. Die is van zoveel actualiteiten op de hoogte. Alles, er is geen enkele documentaire dat je kunt bekijken op Netflix of Disney of wat is er nog allemaal, Prime. Hij is ze allemaal gezien. Hij is ze allemaal gezien. En je kunt dus met hem over een zeer brede waaier van de geschiedenis van toen en niet maar te moeilijk, niet hij eet dat maken, gewoon roepies, niet graag dat veel mensen het weten. Ja. Nee, maar het is omdat je... Waarom vind je dat boeiend? Omdat je bent jong en humor is denk ik de bouwsteen voor keivel goede relaties. Maar er moet ook... Omdat je zegt, ja, ik wist niet wat... Is dit gemeend of niet? Kan ik me voorstellen dat je soms ook zegt dat je ook rust wil hebben, maar wat is het nou? Mijn vrouw is ook mijn beste vriendin, hè. Ik maak met haar ongelooflijk veel plezier. Ik kan met haar ongelooflijk lachen. Ik vind haar humor schitterend. Dat doet ook al heel veel. Kelly is gewoon mijn beste vriendin ook. Als we met twee alleen zijn, ongelooflijk veel plezier. Allee, ik toch. Ik ken haar plots niet klappen, hè, maar. Ja, ik zie niet, met haar jaren heb ik die nog leveren. Dat is wel. Dat is ook de reden waarom ik graag met hem trouw. Vind dat leuk. Ja. Zo zeker omdat je... Getrouwd, hè? Ja, en met dezelfde. We hadden normaal gezien al vijf Vegas, keren moeten Vegas. Getrouwd. Vegas, ja, met een Elvis. Dat was te laat. Even nog eens. Veel mensen zeggen dat. We gaan trouwen in Vegas, maar heel weinig mensen doen dat eigenlijk. Is dat nou plezant? Is dat de moeite? Rijden ja, dan? Jij wou dat doen als eerste. Hè? En ik zei toen tegen hem, ik zeg, wat denk je ervan als we 10 jaar getrouwd zijn en dat we dat dan doen? Laten we eerst gewoon klassieke dingen doen. Maar dan waren de kinderen 9 en 8 en dan hadden ze van, daar gaan ze niks aan hebben. En dan hebben we het gedaan, toen hebben we 15 jaar getrouwd, en dan waren kinderen ons getuigen. Dat is echt wel leuk, maar dat bestaat nu niet meer, dus ben ik wel heel blij om dat we dat... Die kapel bestaat toch niet meer? Ja, maar kun je dan nog trouwen met een Elvis? Nee, ik denk dat in Las Vegas dat je niks niet meer. Volgens Priscilla mocht jij die al die richten opgekocht. De Elvis kwam op zo met Kelly met zijn gitaar en die was te laat en onze kindje kreeg het al. Omdat die heeft ons allemaal in de waggel in die kapel. En Elvis was te laat en onze kindje al kwaad op die Elvis. Hè. En dan kwam die nog eens opgewandeld met Kelly arm in arm. Love me tender zingen, zeker. Ik ging eraan, jong. Ik moest... En dan wil je zijn installatie wat. Viva Las Vegas. Ze doen van alles, hè.
Show must go on. Ja, ik ga hem niet meer buiten. Het is wel goed dat je dan zo'n beetje de Vegas Elvis hebt, zo de latere jaren, wanneer het hem al niet meer op tijd was. Ja, die met pinsjes. Met de pinsjes zo. Get hem. Top. Ja, goed. Dat hoort er dan toch eigenlijk ook wel een beetje bij. Dat dat dan zo'n figuur is, ook tuurlijk vind ik wel. Tuurlijk wel. Niet? Ja, ja. Alhoewel dat ik de Eddie Murphy Elvis had ik ook wel hilarisch gevonden. Ja, maar die was echt, we gotta win this race. Ja, zo dat dan. Lemonade. Ja. I've lived a life that's full. Excuse me. De dienen, hè. Stop, hè. En maar hoe dikwijls dat ik die wij zien comedy dit op special op de dag van gezien, vandaag nog altijd nog, samen met de kinderen. Kei-goed, ja, hè. Dat blijft een beste. Ja. Dat is Delirious zeker, hè? Ja. Die met dat rode pak. Met rode pak. Want die purperen vind ik ook goed, raw. Maar ik was ook altijd meer fan van Delirious, maar dat is omdat dat ook de eerste is dat ik gezien heb van dat twee. Ja. Dus mijn kinderen die hebben altijd achter, als de crèmekaar er was, dan deed die dat ice altijd. Cream! Ice cream! Ja. En dan gingen die ook zo staan, omdat ze dat dan al zoiets hadden gezien. Bam! Ice dat is cream! Fantastisch, hè? Ja. I got an ice cream. Ja, dat is zo goed, man. Ja, er zijn zoveel verschillende. Je kunt er over bezig blijven. Dat is echt een klassieker. Maar dat is de reden waarom ik met stand-up begonnen ben. Hè. Dat is dat. Dat is letterlijk dat? Dat. Ja, dat is toen ik dat zag als 11-jarig manneke. En dacht ik, dat wil ik doen. En ja. Dus, snap het. Allee, cool dat dat dan toch ook een beetje gelukt is. Dat is wel tof. Dus dat een beetje. Nee, maar bedoel, toen ik zo klein was, dan dacht ik wereldberoemd. Hè. Hetzelfde als hem. Ja. Dan ben ik wereldberoemd in Vlaanderen, maar dat is ook savai. Dat is toch goed. Nee. En Nederland toch ook? Hè? Nederland ook, ja. Dat valt ook goed mee. Minder bekend wel, maar wel goed. Toch ook plaats. Was dat buiten die eigenlijk about... Ja, ik Holland door de reeks met mijn schoonouders, de Pfafs. En nu ook de expeditie wordt in Nederland uitgezonden. En ik krijg ontzettend veel aanvragen. Vanuit Nederland al jaren en dag, maar ik beperk me tot Vlaanderen. Ja. Is dat een bewuste keuze? Ja, absoluut. Ik wil hier geen organisatoren tegen de schenen gaan stampen. Wat ik al 35 jaar na jaar mag voor gaan optreden. En dan gaan zeggen, deze jaar kom ik niet, want ik zit internationaal in Nederland te jodelen. Nee. Ik hier, Vlaanderen. Ja. Een uur en een half niks toen in de pannen. Ja. Een uur en een half terug in mijn auto. Ik lig thuis bij mijn vrouwken in bed. Een uur en een half, ik zit in Bilze. Als je het zo vertelt, dan is het niet alleen het loyoteit, dat is gewoon omdat jij gewoon graag ik wil vooral in Vlaanderen, laat maar hier, maar ik ben heel blij. Dat is gewoon een loyale Charles, vaderlijk, hè, vrienden. Nee, want mijn mama inderdaad tot in Leeuwarden en zo. Hè, of uur je uur kunt half denken, auto. Ga gewoon een keitoffe vrouw. Dat kun je ook denken. Dat dacht na echt niemand. Dat weet ik, daarom dat ik het ook zeg. Tot in Leeuwarden heb ik het gezeten. Deze gaan we niet tonen. En wat is dat dan? Dan als Sam Goris, want jij zei jezelf, je doet het gelijk dat je het ook hier doet. Hoe was het? Hoe kwam dat binnen? Een Nederlands publiek, dat is toch helemaal anders dan Vlaams, dan hier in Vlaanderen, zo, want we hebben die toch wel heel goed. Mm-hmm. Niet dat die mensen slechter zijn of zo, hè, maar nee, laat maar hier maar in Vlaanderen, dat is goed genoeg, ik koester dat. Wat was waarom voelde je dat? Ja, die afstanden ook zo. Ja. En dat ik hier. Ik vind neer beter met een draad dan in Nederland. Ja. Niet dat dat slechte mensen zijn, hè, dat horen we niet zeggen. Nee, totaal niet. Ik snap maar wat je ik koester deze hier, dat is hier groot genoeg van me allemaal. Ja. Een half uurtje naar Brussel, en dat klapt al niemand mee over Goriske. Mm-hmm. Een half uurtje naar boven, dat klapt ook al niemand over Goriske. En zit ik hier goed in Vlaanderen, ik koester dat. Dat is leuk. Dat is, ja, dat is eigenlijk wat dat wel, hè, als je zo in een beperkt gedeelte van de wereld bekend bent, dan kun je profiteren van de goede dingen ervan, maar je kunt ook nog profiteren van het feit dat er plekken zijn op de wereld waar echt een veel, hè, waar niemand weet wie dat je bent. Ja. Dus jij kunt nog op straat wandelen. Absoluut, maar hier keiveel, ook. Ja, maar hier in België ook al, we hebben zelden zo van die... Hè, je wordt nooit niet bestormd door een bende en zo. Je kunt je dat niet voorstellen. Gelijk, toen was dat Jennifer Aniston die dat toen samen met Brad Pitt een zetel gingen kopen. En dat ze zo een helikopter hebben moeten invliegen voor die op te halen. Want die konden niet meer buiten. De Ikea van New York. Ja, dat je denkt van dat is een soort waanzin dat wij. Ja, eigenlijk ook alle chance nooit niet meemaken. Hè. Nee, we hebben het eens zo slecht niet in Vlaanderen. Nee, maar het is wel, wat ik wel boeiend vind, jij bent heel duidelijk huis, maar jij komt dan, hè, met je papa uiteraard, verhaal is bekend, dat is een heel internationaal verhaal. Ook uw modellenleven. Was dat toch ook niet, want als ik naar u zie, dan zie ik niet iemand voor dat over de grenzen een probleem is. Jij hebt toch een internationaal leven gehad. Ja. Dus,
Is dat ooit een moment geweest dat je dat, dat botste of zeiden van nee, dat is de rust die ik ook altijd gezocht heb? Goh, maar dat, maar dat is een beetje raar om op die manier te gaan denken, vind ik dan. Ik weet het niet, je hebt wel mensen die, die graag in het buitenland zijn. Ik had dat bijvoorbeeld, ik kom graag in het buitenland. En ik kom ook graag in het buitenland, ja. En ik ga nog altijd naar, ik heb zo'n programma, zo Expeditie Gorio, zo ga ik ook mee naar het buitenland. Allee, je kunt nog altijd naar het buitenland gaan, maar wilde jij je werk daar, dat is gewoon een ander, ik snap hem daarin. Maar ik heb ook het de andere kant gezien. Ik heb nu wel het geluk... Allee, ik en mijn zussen, wij hebben nu wel het geluk gehad dat al hetgene dat mijn vader deed, zeker toen dat wij in Duitsland woonden, wij gingen overal mee naartoe. Maar als mijn vader thuis was, dan was die thuis. Die was aanwezig. Dus ook al, die nodigden ons mee uit om met hem te sporten of iets te doen, maar die was aanwezig. Dat is een heel grote nuance, want je kunt thuis zijn, maar niet aanwezig zijn. Ja. En mijn vader was zeer aanwezig. Ja. Dus, dat, maar niet iedereen kan dat. Mm-hmm. Niet iedereen kan dat. Dus wij zijn ook eerder opgevoed met het gegeven van... Ja, een baksteen is maar een baksteen. Dat stelt niks voor. Dat is aangenaam. En dat is fijn. En dat geeft u een dak boven uw hoofd. Maar het is niet hoe dat de buitenkant eruit ziet. Het is wat dat er binnenin zit. Mm. Als mijn ouders verhuisden, het vorige huis heb ik bijvoorbeeld nooit niet gemist. Want het voelde al thuis aan. Omdat het aangekleed was met de meubelen van mijn ouders. Met de sfeer hoe dat mijn moeder dingen aankleedt om ons altijd een thuisgevoel te geven. Dus... Dat is ook zoiets, en dat is hetgene wat hij heeft. Hij is altijd, ik denk, goh, in het begin, die deed soms 17 optredens per weekend. Dat is gewoon waanzin. Hoe kun je dan in godsnaam nog het gevoel geven thuis dat je aanwezig bent? En zeker als je dan verre afstanden gaat doen, dat er ook nog eens reizen bij te pas komt, waarin dat je zegt, ja, ik ben dan wel een dag vrij en dan wel een dag vrij, maar met wie ga je het delen? Je zit er alleen op je hotelkamer te wachten totdat je kunt shinen. Ja. Maar ondertussen mist je zoveel dinges van je kinderen, van je partner, van je familie, van de korte periode dat je eigenlijk hebt. En dat is hem juist. Je wilt niet dat je kinderen er gaan staan aan je put en zeggen, hey, goed gewerkt. Nee. Dat was het. Dat was het. Je wilt juist hebben dat ze zeggen, weten nog dat, of dat je aan de koffietafel zit en dat je over van alles kunt herinneringen bovenhalen met zowel de vrienden als familieleden, als neven en nichtjes. En die voedsel, die moet je achterlaten. Al de rest is ego. Ja. Al de rest is ego. Dus jij moet zelf een klein beetje gaan... Dus nou, is dat moeilijk voor mij? Totaal niet. Als ik goesting heb om op reis te gaan, dan zullen wij op reis gaan. Dan zullen we wel een manier vinden om dat te doen. Of... Allee, ja, je bepaalt denk, dat een beetje wat zelf. Wat jij bedoelde toen carrière begin, geweest, hè? Dat ja, maar, jij met je carrière, dat jij zoiets zou kunnen... Je had dat ook een andere richting kunnen uitgaan voor u. Ja, ja. Maar dat heeft waarschijnlijk veel te maken met hetgeen dat je juist gezegd hebt. Als jij ook een vader had gehad... Die zo was geweest. Hè? Dus hè, veel weg. En dan thuiskomen en altijd afwezig zijn. En nooit tijd hebben. En nooit, hè, zo altijd, lot hem na maar gerust. Want, zodat, ja, je hebt er zoveel. Ik ben zelf ook een beetje zo geweest. Daar denk ik ook van moeten afstappen. Van te zeggen, een optreden en alles gaat altijd voor op alles. Dat maakt mij niet uit wat dat is. En als je zo iemand hebt gehad, dan kan het goed zijn dat jij er zo ook over denkt, omdat dat voorbeeld is wat dat je gekregen hebt. Maar dat kreeg jij al niet van je vader, dat voorbeeld. Nee. Dus dan denk ik dat de kans, ja, dat daarom net misschien dat voor u ook gemakkelijker was om te zeggen, ja, je doet, hè, maar wat het belangrijkste is, is wat dat wij hier zijn. Ja. Dus daarom was de keuze niet moeilijk om te maken. Nee. De dag dat ik hem leerde kennen, wist ik, ah ja, 11 op de 12 in het buitenland zitten, deze gaat niet werken, hij kan niet weg. Ja. Goed, ik zal wel zien wat ik daarna ga doen. Ja. Ik kom wel op mijn pootje. Ik heb geleerd om met mijn kop te denken en met mijn handen te werken. Ik zal altijd wel job vinden. Ja. Dus, en op die basis zijn wij gewoon vertrokken. Ik heb er nooit op geen enkel moment spijt van gehad of erover getwijfeld. Dat was een no-brainer eigenlijk. Dus ja, daarom. Dat is niet... Dat was geen moeilijke keuze of dat was geen gemis. Mag je kijken naar de... De Pfafs bijvoorbeeld, als je kijkt naar dat programma, dat was dat moment, hè, jullie waren eigenlijk
Hij gaat in Amerika de Osbournes. En dan hadden ze zo van, oh ja, we maken er hier een versie van. Dat was nog niet gezien hier. De meeste mensen... Dat is hetzelfde jaar ook geweest. Heel veel, ja, heel veel mensen, denk ik, dat zagen de pfafs. Er zijn er ook heel veel hiervan die nooit naar de Osbournes hadden gekeken. Dat was al een ding... Wij zijn al metalfans, dus we wisten al, ja, Ozzy Osbourne in zijn familie. Nou, we hebben dat dus toen je kijkt er naar MTV, deed dat ook keihard. Ja. Dus dat zijn wel, dat had ook wereldwijd mega succes. Maar met Jolle was dat wel, dat was dat ding, dat was hier nog niet gezien. Hè. Je kreeg zo ineens een familie die dat gevolgd, van ja, een heel bekende voetballer toen. En je kreeg de rest van de familie erbij, waar ook andere bekendheden in zitten. Dus dan wordt dat al. Maar ineens is heel uw leven. Of zo lijkt dat toch, speelt zich dan ineens af voor de camera. Hoe was dat eigenlijk? Om die een overstap te maken, had de Golle kunnen inschatten wat dat ging worden wanneer dat je daarom begon? Dat kon toch niet? Als iedereen zou kunnen inschatten wat iets zou voor een impact zou kunnen hebben, dan zouden ze andere dingen gaan overwegen. Mm-hmm. Dat konden niet inschatten. En plus ook, dat was een heel jaar door opnames. Hè. Dat was 2 keer 3 weken dat er geen opnames waren. Ja. Denk of ene keer 4 weken en ene keer 2 weken. Zo kerstmis, nieuwjaar weer niet opgenomen. Omdat het dan een moeilijke was. Omdat er dan de kerstbomen stonden, dus die moesten ook vrij snel altijd weg. In de maand juni weer er ook vaak niet opgenomen. Ja. Omdat dan einde seizoen was en dan in de zomer pikte ze dan terug op om in september op te nemen. En dat was een TGV. Ja. Het is pas daarna, als je zo stopt, dat je echt er echt van moest bekomen. Je moest echt van op asem komen. Even niks tv, ik wil geen camera zien. Ik heb het even gehad. Ja, want dat is toch ook een beetje... Allee, er zijn zo dingen dat ik mij er altijd bij afvroeg. Hè. Ten eerste, je begint te leven... met een cameraploeg erbij. Ja. Dus je weet ook, als dat lang genoeg blijft duren, dan zie je die al bijna niet meer lopen, denk ik. Maar dan je ziet ze niet lopen, leven, hè? Je leven gaat door. Je hebt dat eigenlijk... Je bent eigenlijk alles aan het doen, maar alles wat dat je doet, staat op camera. Ja. Hoeveel momenten waren er dat je... hoe hard heb je daaraan moeten winnen, zal ik zeggen, om daar uit te geraken? Of is er zo weinig verschil met wie dat gullen zijn? Of dat die camera erop staat of niet? Niks last van gaat. Totaal niet. Als die mannen stopten, dan alleen miste die mannen? Ja? Die ploeg? Ja, ja. Gewoon, ja. Nee, ja. De mensen achter de camera. Ja, ja, ja. Dat waren een beetje maten. Ja, dat waren vrienden. Dat waren altijd dezelfde. En het was alleen wanneer dat de kinderen te veel met Bram de geluidsman bijvoorbeeld, of met een Enno, dan ze daar te veel, dan wisten we, we moeten even switchen met de ploeg van hun. Ja. Zo dat, omdat je, dat liep gewoon door. Ja. Offcam, als die mannen de camera neerzetten, dan waren die met die kinderen ook aan het spelen en aan het doen. Het is soms wel grappig als we andere programma's doen. En dan komt een van de cameramannen en dan die jokes dat die hebben met die kinderen van toen. En dan zo, ze zijn nog niks veranderd. Zo dat. En ze herkennen die ook. En daar zit... Dat zal altijd... Iedereen die altijd bij ons heeft gefilmd, dat zal altijd een soort van part of the family zijn. Mm. Maar, is er een verschil? Want ik kan me dat goed voorstellen. Als je een lange dag aan het opnemen bent, je bent bezig en je zit je eigenlijk altijd... Hoewel dat je dat niet constant bewust meemokt, je weet wel dat die er zijn. Hè? Je weet dat je aan het opnemen bent voor een programma. Als dat dan stopt, als de draaidag erop zat, was er dan wel zoiets van, zo even... Nee, dan druk de familie. Of is dat... Eten, dan blijven we nog wat plekken hebben. Maar ik bedoel... Ik zou er zot van worden. Maar je doet gewoon je eigen leven. Ja. Jij moet niks doen, jij moet niks herhalen, jij moet niks opnieuw zeggen, jij doe nou gewoon. Helpt, als je nou echt gekunde momenten met dat er... Het leven is meestal gelukkig ergens zit zo wat tussen die emoties, dat snap ik. Maar er zijn toch momenten dat in al die jaren dat het heel intiem, heel kwaad wordt. Ja, wij hadden gewoon zoiets van, nu. Zolang dat je het voor, midden en einde toont, dan is het goed. Dan moet je die aan Bras tonen, wat interesseert ons. Dat niet zo geframed of zo. Nee. Niet af met dingetjes of dan nog eens op een neef tonen. Nu ook met hetgeen dat we nu doen met de gasten, die Expeditie Goris. Juist hetzelfde. Dat is juist hetzelfde. Volgt, edit niet, niet af... Het enige wat we willen doen, is meestal als we naar een locatie gaan, dat we één 200 ploeg... 200 meter. En even wachten tot als we deur krijgen, want we zijn geïnstalleerd, we kunnen een loop vangen.
Maar van zodra je dat die camera's draaien, volgt... hij heeft niet gefilmd. Ja, sorry, ik ga dat niet op een neef doen. De mensen voelen dat ook. Mm. Je moet de mensen in hun zetel niks gewijs maken. Nee. En ik ben zo opgebouwd, en Kelly ook. Eerlijkheid duurt het langst. Mm. Plus ook, het werd om den duur een bepaald soort van luxe. De pfafs bedoelde? Of. Ja, maar voor uzelf, hè. Voor uzelf weer dat... een bepaalde luxe, omdat zeker in die periode, er zijn heel veel mensen die een artiestennaam hebben, een imago hebben, moesten wij allemaal niet aan meedoen. Mm. Wij konden gewoon ons eigen zijn en mensen dan zo, oh ja, dat is Kelly, oh ja, dat is de Sam. Dat is een luxe, dat je eigen... Ik hoef niet altijd, ook op expeditie, ik hoef niet... Als ik goesting heb om schmink te dragen, zal ik schmink dragen. Heb ik daar geen goesting voor, hè, dan draag ik dat niet. I do not care. Mm-hmm. Dat is... Ja, stom mijn pruik luxe, op half zeven. Dat is de luxe, omdat mensen met je zo zijn opgegroeid. Die hebben nou gezien hoe dat je te bed bent gekomen, waarin dat je haar zo staat, kleine, braaksel. Er is niks dat ze nog niet gezien hebben. Nee. Ik maak dus dikwijls de fout, mijn vrouw werd daar zot van. Als we bijvoorbeeld broeken gaan kopen. Ik moet neef broeken hebben. Ik ben geen shoppingman. Ik laat hem meestal aan, maar mijn broeken wil ik wel altijd gepast hebben. Maar dan spijt ik tussen de mensen, tussen de rayons, reeds mijn broek uit. En Kelly zou dan huigen in dat pashokje. Ja, maar ze hebben me allemaal in mijn calzon gezien. Maar niet iedereen, hè. Dus dan, kom op, nog even dat paskotje. Zie je gewoon aan het strand lopen in een zwembroek, een calzon of een zwembroek, dat is toch juist hetzelfde. Ik heb het allemaal zo twaalf verlezen. Dus ik tussen de rayons, richt een broek wat, andere broek aan, oké, die is goed. Ja, eigenlijk heb je ook totaal niet ongelijk. Hè. Bedoel, ja, maar stel dan voor dat iedereen dat gaat doen. Dan leven we in een betere wereld, ja, Kelly. Ja, denk jij dat? Dan komen minder tijd verschuiven. Ik denk dat dat een naam is. Exhibitionisme. Er zijn natuurlijk ook nog wel onderbroeken die je misschien liever niet ziet. Maar het paskotje, dat kan misschien ook wel zo zijn. Lang dat ze proper zijn, is het goed. Maar ik vind dat toch iets weer, sorry, dat je zo... Ja, ik kan mij dat gewoon niet inbeelden. Omdat wat dat Gulle net is natuurlijk... camera's ook zo gewoon, je merkt dat ook. En zelfs als je naar Expeditie Goris kijkt of zo, je weet gewoon, er lopen... Golle loopt rond, er loopt een ploeg neffen, want die zijn dingen aan het filmen, dus je ziet alle. Maar toch is dat voor alle zo'n ding waar je van denkt, er zit een volledige naturel en een gewoonte. Als ik kom aangewandeld ergens en er loopt een ploeg neffen mij, dan heb ik al geen goesting voor er binnen te wandelen. Dan denk ik, oh ja, iedereen kijkt naar haar, och, daar komt er een binnen en hij heeft een ploeg bij. Wat is dat voor een? Waarover gaat dat? En dan voel ik mij al direct zo... Aanbetaald. Oh god, zo dat deze... Maar niet aans, hè. Ja, hij trekt zijn eigen dat niet aan, als vader trekt zijn eigen dat niet aan. Mm-hmm. Ik heb dat wel. Ja. Ik ga altijd dan zo binnen. Ja. Maar dat, niet aan. Ik denk dat bij mij... Jij trekt u dat niet aan, als vader trekt zijn eigen dat niet aan, omdat Gulle als eerste zei. Dat klinkt misschien heel raar, maar bijvoorbeeld Sun hebben die... als klein meisje, overal waar ik kwam, dat is heel moeilijk om vooruit te geraken met ons vader. Die werd om de vijf botten wordt die tegengehouden, aangeklampt. Ja. Je zit aan het eten, dat is om de vijf botten. Dus je bent gewoon dat die binnengaat als eerste. En jij kunt gewoon rustig naar je tafel gaan of je ding doen. Dat is hetgene waar ik het langste mee heb gesukkeld eigenlijk. Dat was het feit dat ik nu als eerste ook moest binnengaan. Ik vond dat zeer, zeer gênant. Ja, ik, op een bepaalde manier snap ik het wel of zo. Omdat ik denk, wat ik bij u zo wel van op afstand zie, is dat jij voor een... Ik kan er nu percenten op plakken, maar dat jij 50% een performer bent, maar jij bent ook 50% een regelaar. Ja. Terwijl die twee, dat is 100% performance. Dat is 100% voor de camera. Korter de bocht, hè. Maar, nee, maar je gelijk, ik ben meer liever achter die camera. Ik zie nu, en dat is goed, maar jij denkt ook veel. Nou, ik ben een hele zware denker. Jij bent een maler. Geen maler. Nee, maar ik hou er wel eens van dat iemand mij probeert te analyseren. Maar dat is goed, maar dat is ook, denk ik, ik denk dat dat ook het succes is van de Gorissen, dat gillen ze wel een... Allee, als je al twee zo zei, ja, dan gaat het misschien heel vermoeiende of heel drukken of gaat het in mekaars vaarwater zitten, maar hier zie je heel hard, dat is ja, symbiose, hè. Ja. Ieder zijn job. Ja, mijn negatieve punten zijn positieve punten en vice versa en wij leunen enorm op mekaar. We hadden gisteren nog dat gesprek, denk ik.
wat zouden we doen als een van de anderen er niet zou zijn? Wij waren met twee. Ze van, ja, ik zou het bekennen. Wel, dat, moest mij... dat is kei grappig dat je dat zegt, want ik was aan het zien rollen op de straten van Tokio aan het rondwandelen en dat je tegen elkaar zo dingen zei van, goh, man, ik heb hier het lot gewonnen en dik en dat. En dat is, ja, ik weet niet waarom dat mijn morbide kop daar naartoe ging, maar ik zat er naar te zien en ik dacht, maar je ziet een van die twee zou wegvallen. Wat zou dat zijn? Ja? Want je hebt zo'n mensen waar ik dat... Nicole en Hugo, dat waren ook... Ik wou ze juist aanhalen. Ja. Dat waren net die twee waar ik van dacht... Amai man, dat moet echt een ellende zijn als één van die twee wegvalt. Ja. Ja, ik heb dat... Zo bijvoorbeeld mijn ouders ook, of zijn ouders... Die zijn zo schattig bij elkaar. Mm-hmm. Dat wordt... liever precies. Ja. Ik weet niet wat dat is, maar dat is gewoon omdat je nog meer appreciatie, nog meer liefde. Er is een bepaalde relaxheid ook, omdat je de stress van de job niet meer hebt. Je trekt wel wat meer, minder aan van wat dat andere mensen zeggen of weet ik wat. Maar ja, die rust dat daar ook in zit, die hebben wij al. We hebben ook chance, hè? We hebben goede voorbeelden. Hè? Dus dat... Ja, die er ook nog zijn. Die er ook nog zijn. Dat is ook al, statistisch gezien had het ook al gekund dat ze er niet allemaal zijn. Ja, 51, maar ik moet alle dagen ons moeder en ons vader geworden. Ja. En ik probeer iedere week nog minstens een keer op bezoek te gaan met mijn mama en pa. Ja, we zijn afgelopen woensdag geweest. En dan gisteren moest hem dan in Mechelen optreden. Ging hem ook naar zijn ouders. Maar als ik naar de boekhouwer ga in Mechelen, ga ik ook langs mijn schoonouders. Dat is... Wij vieren ook al 24 jaar, behalve één jaar corona niet, maar al 24 jaar vieren mijn ouders en zijn ouders samen kerst. Ja. Die gaan ook samen op vakantie, hè, vroeger. Hè, nu niet meer, maar echt? Die gingen samen amai, op dat vakantie. Dat hoort ook niet veel. Mm-hmm. Dus dat is... Nee. Ja. Nee, maar dat is redelijk uitzonderlijk, hè, want dat is heel zot, omdat natuurlijk voor jullie is dat ook een klein beetje... Het is niet dat je dat niet beseft, dat bedoel ik niet, maar... Dat is eigenlijk al iets speciaals, want ik heb precies het gevoel dat dat bij jou juist hetzelfde is. Je hebt ouders die nog verliefd op elkaar zijn, die elkaar nog graag zien, die nog, waar je van zegt, hè, dat wordt allemaal nog... Gullen het dat ook. Hè? Uw twee kinderen krijgen dat ook. Hè? Jullie kinderen krijgen dat ook als voorbeeld. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk, voor een of andere reden, zouden we bijna zeggen... What are the odds aan de ene kant dat dat maar blijft lukken in die families? En aan de andere kant, is dat misschien het voorbeeld dat je nodig hebt, waardoor dat je rapper door hebt, dat je iemand gevonden hebt, waar je het mee kunt aanvangen? Ja, dat ook. Maar ik denk ook de combinatie van de twee. Als ik kijk naar de waarden en normen die dat wij alle twee hebben gekregen van onze beide ouders, zowel in zijn familie als in de mijn, dat zijn dezelfde. Ja. En uw eigen waarde. De eigen waarde die dat hij altijd heeft gekregen van zijn ouders om in zichzelf te geloven, om zich niet neer te halen, om zo dat. Omdat grootste coach zit tussen uw twee oren, maar uw grootste vijand ook. En als je ouders hebt die u hebben geleerd hoe dat je uw coach meer moet stimuleren dan uw vijand, ja, dat... Om den duur krijg je dan ook een bepaalde waarde in jezelf, dat je ook weet van, ja, onderdag gaan we het niet doen. Het interesseert me niet wat dat je verdient, maar de manier hoe dat je tegen mij doet, dat scheelt. Mm-hmm. Dat. Ja. En dat is iets dat wel terugkomt, denk ik ook, bij zijn broer en zijn zijn vriendin. Ik zie dat bij de rest ook allemaal. Ja. Wie is de strengste ouder van jullie twee? Als er een slecht rapport is bij één van de twee... Nou, wie gaan ze? Rapport en zoiets, school, dat is allemaal Kelly. Nee, maar als het slecht is. Bij wie krijgen ze het minste shit? Ja, dat hadden we al deur zonder dat je het moest vragen. Ja. Ik wil het van de man zelf horen. Ik heb het school en zo. Ja, hoe komt dat, vraag jij dan? Mijn vragen ook, de gasten als die met vragen zitten, dat is allemaal de moeder. Mm-hmm. Ja. Zeg jij een strenge vader? Ik weet dat niet. Een strenge vader. Jij ziet er mij ook wel iemand uit. Beleefdheid. Ik ben heel erg op beleefdheid. Ik vind dat mijn gasten heel beleefd. En een goeie dag, een goeie avond, dat kost geen geld. Dat zie je. Normaal doen. Zullen we het wel even over hebben? Ja, maar je ziet er wel iemand uit dat... Niks, totdat te veel. Ja. Git hem. Ja. En dan weet ik ook niet of dat slechte rapport naar u moet komen of zo. Nee. Jij zult altijd bij u weten, denk dat je bij u weet... Als we het zo aanpakken, ja, dan ga ik hem weer weg. Nee, bij mij kreeg ik geen poef. Nee, maar ik denk dat je wel zo...
Hey, shit, mama gaat dat doen. Nee, nee, ik heb mijn kinderen streng maar rechtvaardig opgevoed volgens mijn kinderen. Maar ik heb ook tegen hun... Liegen. Ja, dat is de vaste regel bij ons. Mm-hmm. Geen leugens. Ja. Dat kunnen ze niet helpen. Hey, want als ik dan tegen hun... Dan waren ze denk ik 12 en 13 jaar. Het eerste middelbaar, tweede middelbaar. De conversatie gehad over... puberen en eerlijkheid en beleefdheid. Want dat is hè, vaak dat je dan zo, oh, stond puberen. Mm-hmm. En opeens mogen ze onbeleefd zijn, opeens mogen ze liegen, we steken het op het puberen. Nee, dat zijn hormonen op oprispingen. Dus ik had die conversatie van. Met hun. Ja, maar die zitten ergens anders, hè, schatje. Dus de conversatie met hun was, stel je deze voor. Als je, jij gaat liegen tegen mij... op regelmatige basis, terwijl ik u telkens geloofde. Op een gegeven moment kom ik al die leugens te weten, ik ga u niet meer geloven. Als jij dus iemand hebt waar dat jij mee bevriend bent en die liegt tegen u, hoe moeilijk is dat dan dat jij die nog gaat geloven? Beide gaven ze antwoord, ja, nee. Mm-hmm. Wordt moeilijk. Ik zeg, je kunt dat dan ook niet verlangen van mij. Ik zeg, maar wat gaat er gebeuren? Op een gegeven moment ga jij de waarheid zeggen en ik ga u niet meer geloven. Met het gevolg, omdat ik u niet geloof en u niet ga helpen, ga jij kwaad worden op mij. En doordat jij kwaad wordt op mij... Ik geef mijn L over. Nee. Ja, maar nee. Dat is toch niet waar? Ook zo denken. Maar omdat, je dan, omdat jij dan kwaad bent op mij, sorry, ik ga een schuldgevoel hebben, jij gaat kwaad zijn op mij en onze relatie is niet meer dat wat het was. Mm-hmm. Ik zeg dus, we gaan gewoon beginnen met niet te liegen. Laat dit het huis zijn waar je je veilig voelt en altijd de waarheid gaat weten... En klaar. Zo simpel is het maar. En als jij onbeleefd bent, daar is geen enkel excuus voor om respectloos te zijn. Mm-hmm. Dus het zijn meer die dingen dat je aan je kind... En is dat thuis? Is dat mama en papa? Is dat Jean-Marie en Carmen? Of is dat... Dat is... Alles. In heel het huishouden. Dat is naar elkaar toe, met de neven, met de nichtjes. Dat is naar de tantes, de nonkels. Het respect en beleefdheid... Nu niet in de vorm van, oh, de onkel heeft dat gezegd, dus je moet niet dat soort van hiërarchie, dat je niet dingen mocht zeggen omdat je een onkel is en zo, we praten niet tegen de onkel. Zo dat, ah nee, als je onnozel aan het doen is, dan mocht je gerust zeggen, doe niet onnozel. Mm-hmm. Maar het heeft eerder te maken de manier hoe dat je het zegt. Ja. Gaat daar niet met zo'n scheve teut en een beetje onnozelair en neerbuigend gaan doen, dat is iets anders. Geen dit, mm-hmm. Nee. Ja. Mm-hmm. Maar die kinderen... Ja, dat was toen wij die alle twee zagen, toen bij die show van de Sven, hè, de Sven de Ridder Company, dat wij naast elkaar eigenlijk zaten, dan zeiden wij dat achteraf alle twee tegen elkaar. Amai, dat zijn de beleefdste kinderen dat ik al ooit heb meegemaakt. Dat die zo met ons babbelden en dat ik dacht, amai, dat zijn echt heel wel opgevoede kinderen. Ja. Dus... Dat is toch tof? Dat wil ik wel even meegeven. Wij kunnen niet de enige zijn die dat gezegd hebben. Nee, we horen dat heel vaak. Maar, mm-hmm. maar voor ons is dat... Ja, dat is de norm gewoon. Mm-hmm. Ja, je behandelt elkaar gewoon met respect. Je zegt gewoon, beleefdheid kost geen geld. Nee, dat is waar. Maar ja, toch... Ja, en moeten ze de kost niet geven, kinderen van bekende mensen, waar het anders mee afloopt. Mm-hmm. Allee, het is net niet dat nog nooit gebeurd is. Hè? Maar dat is iemand anders... Allee, daar kijken wij, om eerlijk te zijn, daar kijk ik niet naar hoe dat in iemand anders... Ik hou mij bezig met mijn huis, gezin en al de rest. Doe wat je niet laten kunt. Ja. En de mening, het mag allemaal. Niet alles. Wat we zo met die waarden. Wij doen het onze. Ik heb bij ons man onze pa en wat bij je ouders. Wat ik ook wel zot vind, is dat jullie zijn zo snel getrouwd, hè, nadat jullie elkaar hebben leren kennen. En jij zei, ik was de hand al aan uw vader gewoon vragen. Ja. Ik kan mij al voor... Ik bedoel, jij moet aan Jean-Marie Faf gaan vragen, mag ik trouwen met je dochter? Ja, ja. Trokte jij er even weinig in kloten van anders van al de rest, of word jij wel heel zenuwachtig als je dat moest gaan doen? Ja. Ik was nog zenuwachtiger als ik moest gaan zeggen dat ze zwanger was. Oh, serieus? En dan had je zijn keulenschuppen al eens gezien. Hey. Goh, en Kelly had een afspraak gemaakt, we waren voor kinderen, heel duidelijk, we waren voor kinderen aan het gaan, maar dat Goor is naar Zoerap in de Bul ging spelen, dat had ik nou ook niet meer verwacht, hè, maar ik was heel, heel blij en dan, Kelly, ik had de eer in de gebeuren dat ik kwam repeteren met een liveband. Mm. En Kelly zei, kom maar direct naar huis als je gedaan hebt. Hij had ook juist een nieuwe auto gekocht. Ik had juist een nieuwe auto gekocht ook, ja. En ging het over de plugs, ik zeg, maar kan er wel een buggy in?
Dat kan niet in dat kofferje, hè. Is dat een lang verhaal kort te maken? Is dat een afspraak gemaakt bij de huisarts, de huisdokter? Ja, is ze zwanger of niet? 800 meter woont die huisarts van ons. Oh, manneke. Drie keer gaan plassen. Ik mocht zelfs in de wachtzaal niet zitten met een boekje, want dan vroeg hij naar mij, hoe kun jij hier nou zo rustig zitten? En ik zeg, ja, wat moet ik doen? Ik ging daar dan op pieken. Ah, ja, oké. Okay, ja. We gaan even langs de huisarts. Verzekerd te zijn dat ik zwanger ben. En ik passeer de vader, die lag in de zetel, in het salon. In zijn zetel. En die roept op, maar hey, Goris, wat is het gedaan aan de dokter? Hé, hey, gooit mijn dochter toch niet zwanger gemaakt, We stonden op punt om een maand later te trouwen, hè. Dus we hebben het een maandje verder moeten verschuiven. Het is wel veel dan ineens, hè. Als je daar ineens al moet afkomen. Ja, oké, joepie. Joepie. Dan mocht ik het gaan uitleggen. Mm-hmm. Mocht de boodschapper overbrengen. Jean-Marie, u wordt opa. Mm-hmm. En mijn schoonmoeder, die had... Is dat zo dat jij dat gezegd hebt? Nee, wacht een minuut. Mijn schoonmoeder had dat heel goed georganiseerd. Die wist het al. Ja, die was die zag het op de hoogte gebracht. En die had gezegd, jullie zouden niet een afspraak gaan maken bij de huisarts. Toch dubbel te checken of dat wel waar is. Want ze hadden wel een straalgelei op zo'n tester. En dat spelletje weer roze of spelletje kleurtjes van de regenboog dat het ook trok. En die had wel, in die keuken. Een bompa zaliger, mijn beste vriend zat daar ook in de keuken. Die zat daar ook al met een smile op zijn gezicht. En mijn schoonmoeder, die had Geneverkes, Jägermeisterkes, op zo'n plateauken gezet van de koffer van de Brankovkes. En dan moest ik met twee glosjes vol... tot bij mijn schoonpa geraken. Twee draaien keren tot in je living, maar terug, want dat was laag getrild. Precies in een thriller aan het spelen. Dus die zijn ijveren glosjes, die waren altijd al twee draaien keren. Als schoonmoeder, zit dat in de zetel, ik zal die glosjes wel brengen. En dan mijn glosje Genever, maar ik zei, ja, je... Wat zit er gewoon? Heb jij wat gezegd? Proficiat, je wordt grootvader. Ach, jij zit dat gewoon zeggen? Ja, ik heb dat toch gezegd. Mm-hmm. Met de Genevertjes. En hoe reageerde die? Dat was eerst en vooral drie kwartier later. Ja, later. En ik zijn het eerst moeten gaan zeggen, want hij durfde niet. En dan pas is hem daar gekomen met zijn Geneverglas. Dat is een ander verhaal. Proficiat. Hier, we drinken er eentje. Maar we waren bij de hand gebleven, dat had geen zin in bevijzelen. So much voor eerlijkheid. Je hebt een hele hoop gezien, vrouw, over die negen. En die is de leugen die is al gevallen, dames en heren. Nee, het is gewoon anders genuanceerd geweest. Ja, dat is ook een ander woord voor een leugen. Goed gedaan. Maar, ik lieg niet, ik nuanceer dat gewoon. Het was wel drie kwartier later. Ja. Maar hoe was het? Hij was heel blauw, hè. Ja. Maar en heet hem nog even zo, omdat hij wist het dan, heet hem nog even zo wat mee aan liggen spelen? Of? Nee. Hij wel zoiets. Ja, hij is goed genepen. En de hand, wel, de hand wil ik toch ook kwijten. Dat is toch... Jean-Marie, maak ik de hand van die dochter, maak ik daarmee trouwen? En dan zei hij, ja, maar meen je dat? Ik zeg, ja, tuurlijk. Ga 100% zijn. Maar het geld wordt op dat moment... Ja, nog niet langzaam. Nog 40 dagen. 40 dagen. Maar het ding was gewoon... Er is toch als je van niet zeker zijn met de niet-talangse hypotheren. Tuurlijk. Ja, maar hij weet dat zit daar zeker. Ik zal het eerst gaan vragen. Als mijn dochter een munt met iemand samen is en die komt de hand van mijn dochter vragen, dan zou ik al zoiets hebben. Ik weet al niet eens wie dat gaat eigenlijk zijn. Laat staan dat jij deze komt doen. Waarom? Wat was er dan? Want misschien kunnen jullie daar wel echt op antwoorden. Wat was dat? Dat je wel door had van, ja, deze is wel iets serieus en ik omdat geloof daar wel in. Omdat we 7 op 7 samen waren. Ik ben bij hun de eerste keer blijven slapen. Ik ben eigenlijk nooit meer weg geweest. Ja. Woonde jij toen nog thuis? Toen? Ja. Dus dat was ook makkelijk. Maar wij deden ook zo'n ding, hè. 3 dagen in Muizen, 4 dagen Braschaat. De week erop was het 4 dagen Muizen, 3 dagen Braschaat. Maar als ik hem zelf ging voorstellen aan mijn familie, aan mijn tantes en mijn onkels, ik denk dat wij toen 10 dagen samen waren, en mijn tante die zit naast mij en die zegt tegen mij, ik weet dat je nog maar juist samen bent, maar dat voelt aan alsof dat je al 3 jaar of 4 jaar samen bent. Het klopt zo. Hetgene wat gewoon de mensen in ons omgeving, want in die tijd was iedereen, als ze te weten kwamen dat wij samen waren, er waren zelfs weddingschappen op het gegeven van... Oh, hoe lang dat het gaat duren. Hoe lang dat het duurde. Ja, natuurlijk, en zo, ook alle twee bekend natuurlijk. Dat was... De boekjes. De jongen van het... Van,
hoe noemen ze dat, de man van de straat, hè, de burenjongen, met de internationale model van de internationale keeper. Zo, dat ging precies allemaal niet. En we hadden alle twee well zoiets played, van... Well played, Sam. Well played. Ja. En dan, zeggen met de schoenen. Maar slim en schat. Ja, de kleine man zei, allee, als die het kan. Ja. Wie weet lukt het bij mij ook. Maar ja, maar voor ons was dat... Ja, iedereen rondom ons, die hadden gewoon... Het klopt. Mm-hmm. Het klopt, gevoelden het gewoon. En dat gevoel is nog altijd niet anders als wij samen zijn. Wij hebben nog altijd het gevoel van het klopt in deze. Daarom trouw ik graag mee hem. Om telkens die geloftes nog eens te herhalen, maar in een andere nuance, omdat je gegroeid bent. Mm-hmm. Om zo nog eens even te zeggen van... Jawel, absoluut. Goeie beslissing. Maar 40 dagen is gewoon niet ja, zo heel lang. Ja, dat is kwijt. Dat is niet met vingertje, hè, maar dat is de geschiedenis. Maar het gaat over... Iedereen weet dat moment dat je de eerste keer naar je schoonvader... Want in het begin weet je dat nog niet. Schoonvader is toch altijd... een ding. Mm. Niet? Mm-hmm. Ja, ah, het ja, absoluut. Altijd, ja, ja. Het klikt bangelijk, maar het niet klikt. Mm. En bij Jolle was dat gelbaar trek twee aan absoluut, op één absoluut, ja, ja, ja. Ik kende zijn vader nog, voordat ik hem kende. Dat kende van de luchthaven. Van op de luchthaven, hè. En mijn vader en Willy kenden elkaar ook van op de luchthaven, we constant. Elkaar kenden, ja. Dus ja. Ja. Hij kreeg zelfs... Ik daarvan overtuigd na 40 dagen. Ik zie, jezus, kan ik naar de Jean-Marie, kun ik je dat vragen? Dat ik met zijn dokter mag praten. En we hadden ook ja, heel... Daar had ik absoluut geen stress of geen schrik van. Nee. En ook snel beslist voor maar kinderen, hè. Zeggen, ik word opa. Nog een ander paar maanden. Even dingen. Vrievna, was dat... Dat was niet het eerste kleinkind, of wel? Jawel. Oh, toch? De eerste twee. Mm-hmm. Ah, ja, ik was even... confused. Ja. Ja, maar dat is ook iets speciaals. Nee, de kindjes van mijn zussen, die zijn alle twee tijdens de reeks geboren. En, maar die van ons waren er al. Ja. Ja. Dus een eerste keer opa is ook wel iets speciaals natuurlijk. Dat, mm-hmm. Zalig. Dat, Het zijn wel twee dingen, even ook over Goris of zo. Het leuke aan het programma is dat je vier sterren hebt, allez, of vier hoofdrolspelers. Wat wel tof is aan de kinderen, is dat ze echt duidelijk kinderen van jullie zijn. Zo humor, zeker... Shania, die zeikt niet... Allee, die kan goed afzetten. Allee, die kan goed iemand... Shania heeft mijn gevoel voor humor. Ik hou mijn gevoel voor humor nooit niet echt voor het publiek daar klaar. Omdat je kunt... Dat kan al eens verkeerd schieten, zo'n humor. Ja. Ja, maar in de reeks is dat wel met momenten goud. Er is, zeker in van de eerste afleveringen, dat is nogal wel geweest, als ze zo beginnen over de leken zingen, je teksten in goed, je gezicht teruggooien. Ja. Nee, dat is dagelijkse kost bij ons. Maar ook hoe dat jij daarop reageert... camera of zonder camera boy. Ja. Maar hoe dat jij daarop reageert, is anders ook wel proper eigenlijk. Jij blijft wel de grote... Hoe zeg je dat? De bigger man gaat zoiets... Ja, ik weet dat niet. Wat zou de ga zeggen? Maar dat is gewoon omdat hij weet dat dat niet van venijn komt. Voilà. Dat is mijn liefde ik gedaan. Denk dat mijn dochter kan mij ook gigantisch afzeiken en die kan daar eigenlijk wel mee om, omdat je weet van waar dat komt. Ja. Er is zo... Ik bedoel, dat ding van dat ik bijvoorbeeld dat ik veel boos was, dat hij dat ooit tegen mij gezegd. En dat ik zeg, allee man, maar dat valt toch mee, hè. Ik zeg, ik ben toch nooit niet kwaad op Olle. Hè? Zo, Gelle moet toch nooit op eierschalen rond mij lopen. Want en Amy zo van... Zal eens laten zien hoe dat gaat thuis binnenkomt. En dan begint hij mij na te doen. Ja, goed, dan gonk ik eraan. Hè? Want dat is twee druppels water. Maar dat is ook zo confronterend. Maar je weet dat dat bij jou vertrekt vanuit een soort ik zie nageren, maar dat is wel hoe dat gaat zijn. Ja. En dan, maar het wordt aanvaard, hè? Ja, tuurlijk. En, ja. En mijn vrouw kan er soms zot van worden dat hij tegen mij zegt, man, als ik dat tegen haar zou zeggen, man, hoe hard dat het er dan bovenaan zou opzitten. En zij, die zien er wat dat hij tegen haar zegt en jij dat pikt dat ervan. Ja, maar dat is. Met kinderen is dat iets anders, vind ik. Als die, ik weet niet, voor een of andere reden, als die je erdoor sleuren, dan kun je dat beter halen van ik vind dat in ieder geval, dat zijn wel altijd mijn favoriete momenten in de reeks. Ja, of die omdat, twee tegen elkaar. Twee. Vooral ook dat die dan ook symbolisch vaak op die achterbank zitten. En zo vanachter zo een rollen gooien, zo, dat is... Ja, dat is bangelijk. Ook of dat die op hun gsm's bezig zitten, ondertussen komt er maar van alles uit. En ik heb het dikwijls niet thuis, dat ze er maar aan thuis sluieren. Ga wel, dat is goed. Ik ken altijd. Maar dat is ook omdat dat mijn gevoel voor humor is. Ik moet niet te veel doen, want ik krijg er altijd gezeik over. Ja, ik vond dat gewoon grappig, die doen ze van die dingen dat wij allemaal kennen. Ik heb het er straks tegen u ook gezegd. Maar dat zij dan zegt, we zaten er dan binnen en dan komt er zo'n robot aan. En dan de kindje zo, oh.
En dan, ja, zo hè. Zodat je zo iemand dat vijf keer... Nee, maar hoe was dat nou? Zodat je denkt, oh, fuck off. Zo, dat zijn zo van die dingen waar ik keihard mee moest lachen. Omdat ik denk, ja, ik vind dat enorm herkenbaar. Ja. Van die met elkaar bezig te zien. Dat zal ook de reden zijn waarom dat zo'n monstersucces was. Want dat mag wel gezegd worden. Was dat... ik denk dat je al niks meer te bewijzen hebt. Je hebt alles gezien. Maar dan begint er een nieuw avontuur met die Gorissen. En dan voelt ook eens... Seizoen 1 is leuk. Ja, qua receptie 2. En dat groeit maar. En dan afgelopen seizoen... Dan is waf. Het... Ja. Dat is toch tof dat je dat zo 2 keer mocht meemaken... Dat is niet iets waar je mee bezig bent. Nee, maar het is nou wel zo. Dus het is ja, toch tof. Oké, dan is dat zo. Dat is toch tof? Maar dat... Dat we dat samen mogen doen, dat is het plezante daarvan. Dat ik dat en samen... En uw eigen zijn. Oh, absoluut. En dat ik dat kan delen met mijn vrouw en mijn gasten. Dat is het meeste dat ik koester. En ook met een heel tof team. En met heel toffe mensen dat maken. Dat weer is, telkens dezelfde mensen. Ja. Maar dat ik snap en dat niet. Dat is afkicken. Als je dan thuis komt en je zegt gewoon van die mannen alle dagen te zien, voor dat lol met hem, met plezier met te maken. Samen een goede drinken. En die mannen, ja, die zijn terug naar hun eigen gezin en dan miste die. Ik mis die het rare is gewoon wanneer dat je met een ploeg hebt gewerkt en je komt die dan tegen en die werken voor een ander programma. Je hebt dan de neiging... Bedrog. Nee, maar... Ga ze bedrieger. Je hebt dan de neiging om te gaan zeggen van... En hoe is het met u? En je wilt dan een klap doen, maar dan zie je... Ja, maar ik ben wel een beetje ontwerken nu. Ja, ja. En die moeten nu eigenlijk terug focussen. En die moeten zich integreren binnenin dat teamconcept. Ja. En binnenin dat... Dus dat is zo, soms die loskoppeling. Ook van ons, hè. Als we dan thuiskomen en zouden ze een beetje... Dan mis ik echt mijn vrouw en mijn gasten. Ja. Like de laatste reis. Want Shania, die moest dan s'avonds al direct naar een verjaardagsfeest toe. Van, allee... toch nog een stokzeuken zo van blijf toch nog bij ons vandaag. Beetje afkicken van die constant alweer. Ja, ik kan die dan moeilijk missen. Snap ik wel. Dat is een, dat is iets dat ik eigenlijk aan alle wil vragen van mijn eigen zo. Er zijn een aantal vragen al links en rechts mijn richting uitgekomen. Ze zei, doe dat met Amy mee erin, met mijn dochter mee erin. En ik moet eerlijk zijn, ik weet dat niet goed. Ik vraag het altijd aan haar, want ik zeg wel, zij moet het beslissen. Hè. Ik beslis dat niet voor haar. Dat is altijd dat met Jasmin, dat ik dat overleg. En maar ik maar zeg, wat vind jij ervan? Zie jij dat zitten of niet? Is dat leuk of niet? Maar als ik naar mijn eigen kijk, ik heb altijd het gevoel dat ik denk, ach, blijf daar nog even uit weg. Zo, doe dat nog even niet. Zijn nog even dat kind van 15 jaar. Ik zou het ook heel moeilijk aankunnen, want... Dat ze shit over mij verkopen, dat boeit mij in een vliegende fuck. Als ze zouden beginnen met dat ze zo van dat mijn dochter, die veel meer op sociale media zit dan mij, ineens zo 10.000 gemene posts over haar eigen moet lezen over iets, dan word ik zot. Ja, ik ook, heb dat ook. Dus ik heb heel hard zoiets van, wat doe je daarmee? En, bij Jolle net natuurlijk, die waren klein. Jolle net al de pfafs, de wereld wist al dat die er waren. Maar nu zijn dat ook wel niet meer kinderen, maar personen. We kunnen dat zelf beslissen. Ja. Ik vind sowieso, onder de 18 moet het eigenlijk niet doen. Oké. Okay. Vind dat echt een tienerperiode, tussen 12 en 18, doe het niet. Hoe oud waren die als je pas besefte dat ze op tv kwamen? Shania was... Ik dat die eerste middelbaar Nee, Shania deed haar eerste communie en dan mocht ze dat eens zien, maar ik denk niet eens dat ze toen het besefte. Ik denk dat ze 8 en 9 waren dan ze het wisten. Want wij keken altijd naar voor de goedkeuring te geven. Wij keken altijd van, oké, zien we een begin, midden, einde van iets? Of is het mogen knip en geklap en klopt het niet? Want dat moest voor ons authentiek blijven. De kinderen die heel neig te beschermen. Dus zij konden dat filmpje... Want dan zeiden we, Eno en Bram, kijk, we gaan eens kijken wat ze deze week hebben gefilmd. Dit gaat over de FAFs, hè, vooral. Dit gaat over de FAFs. En de laatste seizoenen. Ja. En wij zijn gestopt met de FAFs omdat Shania 12 werd. En ik wilde niet dat mijn kind tijdens haar... tienerjaren, puberteit, pas te krijgen, hormonale dingen voor beide kinderen. Ik wilde niet dat dat op televisie komt, want dat blijft... Allee, we zijn nu 22 jaar verder. Als die nu moet gaan solliciteren of dit of dat, als dat zo'n klein kindje is, tot daar aan toe. Maar in je tienerjaren, je moet de luxe, de vrijheid kunnen krijgen om jezelf te gaan ontdekken. Dus daarom dat we er toen mee zijn gestopt. En expeditie is gekomen omdat... zij met 2, corona was er, dus ik was 19 en ik word nu 21, ik heb niks gezien van de wereld. Ja. En zo is Expeditie er eigenlijk gekomen, omdat ze dan zeggen, mogen wij dat verlof eens niet filmen, want er zijn zoveel mensen die dat waarschijnlijk ook gaan hebben. Oh, ja.
met corona en op een veilige manier en ontdekken hoe of wat, want dat is Amerika, hè? Dus Europa was eigenlijk eerder om op een veilige manier zoveel mogelijk landen, zoveel mogelijk dingen te beleven, want dat is op twee weken verlof is dat maar, hè? Mm-hmm. Ja. En zo is dat eigenlijk gekomen. Dus hier zijn ze dan al 21 en 20. Ja. Uw mindset is al anders op 21 en 20. Ja, zullen beslissingen maken. Ja, het is dat wat ik bedoel, want mijn dochter is vrij... hoe zeg je dat? Volwassen voor haar leeftijd, maar dat blijft een kind. Hè. Die is 15, ja. Dus er zijn ook heel veel dingen... Verraad, dat die, man, dat is niet normaal. Maar dat die, maar die, ja, die had ook altijd al een hele goede klap bij gehad, maar al vanaf dat ze klein was. Omdat die ook... Wij waren zo de eerste in de vriendenkring dat een kind hadden. Hè. Dus hun zijn allemaal, waren allemaal iets later. Hè, want de Andries en nog wat vrienden van ons, hun kinderen zijn allemaal 9 jaar, 10 jaar. Die zijn allemaal die leeftijd nu. Dat is wat hetzelfde bij ons. Ja, terwijl Amy wordt 16. Hè. Dus, ja. Dus wij hadden een paar jaar ervoor een kind. Dus die is altijd opgegroeid tussen volwassenen. Dus die heeft ook niks anders gedaan dan gelusterd naar wat wij allemaal tegen elkaar zeggen. Dus dat ging allemaal rap. Hè? Wat niet altijd tegen. Ja, en niet iedereen praat tegen die kinderen dan met een kinderstemmetje. Nee, dat deden wij ook niet. Dus, nee. En ik heb dat ook nooit gedaan naar haar toe. Ik heb daar altijd tegen... Dus ja, hè? Dus je hebt al wel een kind. Maar dan nog, denk ik soms, en die is ook groot. Hè? Jasmin is ook een grote. Dus die wordt ook al direct al heel haar leven nauwer geschat dan dat is. Dus dat heeft er allemaal mee te maken dat je dan denkt, ja, het moet allemaal kunnen of zo. Of misschien zit ze nu wel op een leeftijd, maar ik stond er nog altijd zo heel weigerachtig tegenover. Ik heb nog altijd zoiets, wacht daarmee totdat je 100% zelf zegt, wel, ik wil dat doen en ik wil dat met u gaan doen. Ja. En dan denk ik wel dat dat leuk is, maar omdat jullie ook al ervaring hadden met hun als ze jonger waren voor de camera, vroeg ik mijn eigen dat af. Maar je hebt dat eigenlijk goed gezegd. Voor uw 18 moeten dat niet doen. Maar nee, voor u. We moeten eigenlijk eens de vraag stellen. Je gaat toch altijd tussen je 18 en je 21 je toch een periode dat je zegt, amai, ik dacht dat ik het allemaal wist. Want ik kon met de auto gaan rijden en ik was zelfstandig en ik voelde mij zo volwassen. En dat je 21 bent en dat je bij wagen denkt, maar ik wist geen klote. Dat is eigenlijk ik totdat ik 49 niks. Was. Ja, dat kan bij de ene schild dat is. Maar dat is heel vaak nee, dat je die periode zeggen, gewoon. Ja. Hè. Ja. Dus... Daarom dat ik eigenlijk met onze kinderen, om dat terug een beetje in overweging, 2021. Dus. En hoeveel kinderen heb jij? Eentje. Jan. Van 10. Dochterken of zoonken ook? Dochterken. Dochterken. Ja. Ik heb nu een dochterke en een zoon. Hè. Je begint zelf over een dochter. Hè. De meest ingestuurde vraag, kan ik nu al zeggen, je hebt de wagen erin gericht, maar hoe ga je het om een dochter te hebben die ouder wordt? Goed. Dat is een heel brave. Dat is een heel brave, tof kind. Ik zal de vraag anders stellen. Als er zo'n paljas gelijk gaat voor de deur staat en je zegt, na een munt, ik kom de hand vragen van uw dochter, hoe ga jij daarop reageren? Je hebt dan wel al alle dagen gezien. Dat wil ik even gaan halen van het laatste nieuws. Ach, overdrijven. Nee. Ik denk... Echt. Nou, als je goed is van mijn dochter... Zo lekker ik er goed van geweest zijn, is dat allemaal in orde van me. Dat is niet erg. Dat is niet erg. Dan wil ik juist aan de vraag, maar je hebt alle twee ook een dochter. Mm-hmm. Ik zie ons twee kinderen, even garen. Ik kan niet zeggen, ik zie ons Shania, ik lever als onze kindje, of omgekeerd. Ik zie niet even garen. Maar een dochter zit het toch als papa. Ja, hey. Speciaal, hè. Heb je dat ook zo naar Ik denk, en jij kunt dat zeggen, want jullie allebei, by the way, maar dan als man dan, ik ben er bijna 100% zeker van dat ik strenger zou zijn voor een jongen dan voor een masker. Ja, toch beschermd. Ja, zo een dochter komt bij mij, die komt met alles weg. En een zoon, daar zou ik er minder mee hebben, denk ik. Maar ik weet het niet. Sam, het is natuurlijk ook uw zoon en je ziet hem graag, hè? Maar ja. Sam, ik weet het niet. Er is geen ene man, vader, dat op dit kijkt of luistert, die zegt, wat zegt je nou? Dat is een grappig ding. Ik vraag dat een beetje, Wesley Sonck heet dat ook, hè, over zijn dochter. Dat is ook, die wordt ook altijd, een beetje wat jij ook heet, en zo. Mm-hmm. Dat. Maar er is geen ene vent die denkt, we snappen die gasten niet. Mm-hmm. Nee? Geen ene. Nee, maar dat is... En aan het lezen. Dus... Mm-hmm.
We have your back, Sam. Dank je. Woehoe. En ze is nu, ze wordt er 24. Ja, 24. Wacht, hè. Oh. Dat was ook een goede reactie, ja, maar, daar. Dat heb ik gezien wat je daar deed. Dat heb ik gezien wat je daar deed. We got your back. Je weet dat er op een dag een aan je deur. Wat wilde daar nou weer mee zeggen? Ga je sarcastisch wijf. Wel, ik zal het daar eens zeggen, Sjaar. Als je er eens even 2 seconden nadenkt. Je weet hoe dat je zelf waard en je wilt niet een soort van dingen. Nee, ik zal u deze zeggen. Maar als je het ding is, gewoon de reden waarom dat hem er iets meer rust in heeft, is omdat hem zijn dochter heeft opgevoed in die vorm dat ze erop attent is. Hoe dikwijls dat hem zelf ook zegt, amai, die dat hier, dat zij hier komt presenteren aan mij, die is al door een zwaardere mangel gegaan dan dat ik dat manneke ooit zou kunnen mangelen. Mm-hmm. Dus... Maar dat is ook omdat je als vaders bereid alle dochters voor... Ja. Omdat je weet hoe dat ze denken. Maar dat is de bezorgdheid. Tuurlijk wel, want dan moet ze eigen nog altijd bewijzen. Maar hetzelfde gevoel heeft ook een moeder bij het lief van haar dochter, van haar dochter of van de zoon. Ja. Mm-hmm. Dat is exact hetzelfde. Maar ga ik wat zeggen, als je goed opvoedt en je geeft genoeg zelfrespect mee, dan kom je niet in de problemen. Ja, of de bezorgde vaders. Je geeft mee van, hey dochter, let daarop. Of dat... Zo, dat, je doet het automatisch. Ik weet het, maar zo, die van ons is, allee, dat is... Blijkbaar is dat tegenwoordig een tendens dat, die, dat, dat ze wat vroeg rijper worden. Dat is niet meer bij ons. En dan voel ik, ze is bezig al met seksuele voorlichting. Maar dan denk ik, ik kan... Allee, dan vind ik mezelf toch een mens van de wereld. Maar als dat daarover begint, dan begin ik zo te doen. En dan, zie ik, dan begin ik dat te doen. En dan worden er boeken over gekocht voor seksuele voorlichting voor jongere mensen. Oh, en je dan een condoom moeten rollen? Nee, 9 jaar. Ik, ja, maar nee, je zegt 9 jaar. Maar ze krijgen het wel op school. Sam, vertel hem vooral over vroeger. Nee, vertel hem vooral over vroeger. Hij smeet dat gewoon naar ons vader. Ons vader mocht het voordoen. Wat was een wuttel? Waarom in godsnaam moet een 9-jarige een condoom leren afrollen? Waar zijn we klaar voor? Niet afrollen, hè. Waarom een condoom wordt seksueel beschermd. Dat is iets anders. Dat is iets anders, maar ik wou wel zeggen. En op school krijgen ze dat, hè, man. Het 5e en 6e leerjaar, hè. Dat was vroeger ook, hè. Mijn dochter kwam pas aan, dan wil ik het niet horen. Nee, je kreeg het natzweet, hè. Ja, als een kindje daar kwam over vertellen, zei ik, goed bezig, jongen. Goed. Seksuele opvoeding. Oh, dan kwam de smoer op mijn kop. Wat mijn oor, nee, ja. dat is heel bizar. Nee. Als hij nog maar vertelde dat ze met iemand een kusje had gedeeld. Ga weer de... Hop, die koppen zijn vertrokken, hè. Onze dochter is 23, die wordt 24 jaar herend in de mazen. Ja. Je weet dat daar komt, maar ja. Ik denk de eerste 15 jaar dat hem letterlijk sprak met Sam erover en het zweet parelde op zijn voorhoofd, zonder te overdrijven. En hier, ik denk... Dat is normaal. De conversatie maar 5 minuten. Ja, er is wel een ding van aan wat je zegt als het gaat over jongens ten opzichte van meisjes. Ja, je weet wat je zelf zei als een jongen. Dus als je een zoon hebt en je zegt, het was weer feest van 2 weken, dan zeg je, gewoon hè, mannetje, gewoon hè. Maar dat is met iemand anders. Zijn dochter, hè. En dat is het ding, je dochter, als die begint, er stonden 2 gasten rond mij te dansen. Ik heb het al verteld, maar hoe dat ik mijn eigen hem laten kennen op Pukkelpop dit jaar, dat ik aan het wandelen was met Amy en met Jasmin. En Amy had zo'n cool pakje aan en die had zo'n Youngblood t-shirt. Er komt zo'n jong gastje aangelopen en die is zo, hey Youngblood, graaf. Hey. Cool man, cool een t-shirt, hey. Zo'n coole look. En zij zo, ah, merci. En ik stond er zo neffen en mijn dochter zo, en mijn vrouw zo, Youngblood. En ik, Youngblood, ze beet een Youngblood rond zijn oren. Zo, dat is waar maar dat was het eerste dat uit mijn mond kwam. Het eerste dat ik denk, Terwijl dat je denkt, maar die jongen was eigenlijk lief. En dat is toch wat dat er moet gebeuren. Je hoopt toch ook niet dat uw dochter 30 is en nog altijd zegt er hij nog nooit een vent naar mij omgekeken. Dat wilde ook niet. Maar tegelijkertijd, ja... Alex, het was een spannend Youngblood t-shirtje, hè. Niet onderschatten. Hè. Ja, dat was... Ja, ik weet goed genoeg... Ik weet goed genoeg naar wat hij aan het zien was. Ik weet goed genoeg naar wat hij aan het zien was. En voor wat dienen die ogen? Jij doet zelf dubbel beglazing. Voor wat dienen ze? Ja, maar dat weet ik. Maar ik ben het niet oneens met u. Ik vind dat je volledig gelijk hebt. Er god aan die ogen. Ik ben de jongste van drie jongens thuis. Hey, ik heb nog 2 oudere broers. En ons moeder en ons vader die zijn altijd... Hey, mannen, dat is geen doofekot. En
respect, want dat is eenmaal zijn dochter. Ja. Ik hoorde je dat nog altijd zeggen. Ja. Niks met de derde kruid. Dat is hier geen duivenkot. Dat is ook goed. Cool. Duivenkot, hè. Maar dat is wel een schone zin. Zo is iemand zijn dochter, ja. Ja. En dat is iemand zijn dochter, dus altijd respect. Dus je moet dat altijd met veel respect behandelen. En na dus zelf een dochter, dan zijn ze dat dankbaar. Maar ook een zoon. Mm-hmm. En je voedt ze beide op met respect voor de vrouw en respect voor de man. Ja, maar het was met allebei, alle kinderen, dat wij dat hadden. Hè. De Kenji ook, hè. Dat zijn kei beleefde kinderen. Hè. Dat is ook een coole gast, hè. Je erbij babbelt. En je hebt niet zoiets van, nou, dat is een vervelend rotjong. Hè. Zo, dat, humor. Is totaal humor. Humor is wel de rode draad. En natuurlijk komt dat ook in het programma naar uiting. Maar wat is het verschil tussen beiden? Als je zo het grootste verschil... Wat bedoelde? Kenji en Shania. Het grootste verschil? Tussen beiden. Ze hebben alle twee wel humor. Onze Shania, ik herken heel veel in Shania van mij. Op de lappen gaan bijvoorbeeld. Bij mij is dat ook al gebeterd. Mijn woensdagavond zit ik weg met mijn kopijs, mijn biljarken en mijn pinken gaan drinken. En onze Kenji, dat is een huismus. Die krijgt heel moeilijk baat. En als je nou, als je op de lappen kan gaan, ja, die is op die straat is de weg. Hè. Mm-hmm. En dat er, ja, Shania is zo. Dat is het grootste, het sociale contrast. Sociaal, onze kindje is niet zo. Iedereen zijn klappen kan, hè? Oh, laat daar niks van. Mm-hmm. Maar die is heel zo, selectief. Ja, heel een rustige mutt. Die geeft je zo'n thuis en. Zijn kameraden. Zijn kameraden, zijn vast tekstje zo. En dan Shania, dat is meer. Hey, kom maar, waar we op tafel gaan mee. En dan is geplaceerd, hey. Ja, dat is wel maar de humor. Maar ze zitten met alle twee met jullie in dat programma. Hè. Ze zijn een even groot onderdeel ervan als dat jullie zijn. Hè. Dat is heel dat gezien. Maar denkt u dat bij hun twee er iets gaat het voortkomen na jullie? Ik zou zeggen dat die de tv ingaan, dat die de entertainment ingaan. Dat zegt eigenlijk niks. Dat zegt niks. Nee? Geen een van de twee? Nee. Nee, Shania die nu die podcast dat ze daar, of hoe heet dat? Ja. Podcast. Zo weet gelijk deze. Maar dat gaat dan over boeken. Ja. Hè? Ja. En dat doen ze graag. Ja. Ze moeten niks tegen hun goesting doen. Nee. Maar ze hebben niet zoiets van, van de showbiz te gaan. Of iets in een entertainmentwereld, of iets voor televisie of zo. Nee. Mm-hmm. Ze doen dat aan, zullen ze dat doen. En dan mogen zij zelf over beslissen. Dat is niet meer aan ons, ze zijn alle twee volwassen genoeg. Ze moeten niks tegen hun goesting doen. En hebben ze daar goesting in te doen, dan moeten ze dat doen. Hebben ze daar geen goesting bij, dan doen ze dat niet. Zo soepel is dat. Woon ze nog thuis? Alle twee. Alle twee, ja. Gaan we het pijn doen de dag dat ze... Absoluut, ja. Tuurlijk, ja. Mag je niet aan paden. Mag ik eens even naar het wc? Tuurlijk, doe maar. Voilà. Wil je ook gaan dan nog even... Nee, van mij is het. Maar dan blijven we gewoon voortdoen, hè. Nee, maar omdat het voelt wel zo dat het... Wat een beetje ding is, dat je al zo'n familieband hebt... Uit het huis gaan, dat is... Ja, dat voelt... Ik heb daar toch problemen mee. Ja. Maar ja, dat is... Maar tot, je weet dat het gaat eerder morgen zijn dan binnen 10 jaar of ja, zo. Ja, dat hoort er dan helemaal bij. Maar zij geen vriendje momenteel niet. Nee. Is ze al vriendje schat? Of vermoed van wel, maar dat is dan maar toch is ze niet tegen u gezegd. Het is na de moment, hè. Ik weet wel dat ze ooit is... Door, Bram Stoker. Ik weet wel dat ze... En dat was met mijn verjaardag. We gingen met een verjaardag vieren. We gingen uittijden. Mijn ouders en zo waren erbij. Mijn schoonouders een paar jaar geleden en zat zo weer in een optogen en dat klikte zo wat, maar ik geloof dat er van leer kwam en dan moest met een traan komen. Mm-hmm. En zat je zo, met een traan, maar dan ga ik je wel voorstellen aan ons moeder en ons vader, en het is ons vader zijn verjaardag, en je zegt geïnviteerd. Ik had mij gevraagd, let dat manneke dan mee gaan eten, hè. Mm-hmm. En hij was met een troon afgekomen, maar dat deed hij s'avonds mee op restaurant gaan, had dat manneke toch niet gedurfd. Dat ze die terug op een troon gezet, zei, en zonder kussen, het was direct gedaan. Ja. En zei, ik wil dat eerst vuiststellen aan moeder en aan vader. En hij had gezegd, dat vind ik nog toch wel een beetje te vroeg, maak nog een kus, niks kus. Yep. Een traan, dus dat vind ik wel goed. En hij heeft er nooit nog iets van gehoord? Nee, ik heb hem nooit niet gehoord of gezien. Ja, dat zegt dus wel iets wel, over... ze gaan niet direct tegen... Ze zal al wel eens ergens een gekust hebben of zo. Je laat normaal zijn, veel masker van 23, 24. Ze zijn nog niet ergens een naar binnen gedaan. Maar zo je een komen vuist stellen van dat is nu mijn vriend, dat is nog niet gebeurd.
Ja. Maar dus wel, ja, dus het spreekt wel dus, voor wat dat Kelly er net eigenlijk zei. Dat was wel van hetgene ze zegt. Zei, de stappen dat hij al moet doorlopen, vooral dat hij tot Bijollen is, dat is al niet de minste. Dat is, ja, ja. Dat is op zich wel goed, want dan, dan kun je toch ook een beetje gerust zijn over je dochter. Op dat vlak. Normaal tegen doen, maar vroeger had ik dat veel meer laat. Nu weet je dat ze eraan te komen, dat je dat... Mm-hmm. Dat goed is gebeuren, je weet dat maar. Je weet sowieso toch dat... heel lang last mee gaat zijn, echt. Maar Kelly, jij gaat dat toch masseren? Ik masseer ik die alle dagen met mijn vrienden. Ga nou. Hela. Tot de reden waarom dat nog altijd een mager mannetje is, hè? Nee, nee. Ja, wat moet ik gewoon zeggen? Dat, nee, nee, dat komt eraan. Is... Op zich denk ik bij mijn eigen... Get over it. Dat is al, get over it. En de verwachting... Ik kon dat niet overklappen. Mm-hmm. Ik kan nog even laten... Hij heeft dat altijd... Nee, dat begint hem te ratelen de hele tijd. Zie. Maar nu kan ik dat... Kan dat plutsen. Die voelt zich gesterkt na, hè? Nee, nee, die nee. Oh, is dat? Nee. Die ratelt van zenuwachtigheid. Dat is omdat het onderwerp maakt hem zenuwachtig. Hij begint hem zo te spreken. Ik verstand dat. Ik verstand dat keigoed. Ja, kijk. Maar je hebt gelijk. Mag ik zo onbeleefd zijn? We moeten ermee. Ja, 9 jaar na nog niet, maar... pas op, een meisje van 15 heeft... Ja, tuurlijk. Dat bedoelt, die heeft nog geen vriendje, nee. En die... Er zit dan zo'n jongen op school en ze hebben ze merkt dat, dat hoor ik dan via Jasmin, want dat zegt ze dan wel niet tegen mij. Dat is dan wel het funny, hè. Alle twee dan komt het, zo via de mama naar mij, van ja, ze is toch een jongen, dat ze zo'n beetje... En die kijkt ook wel wat naar haar en je weet dat nog niet. En dan, ja, dan is er iets in mij dat altijd moet zeggen, ja, Alex, dat is wat dat er gebeurt in het leven. Je moet dat ook niet verwachten dat dat niet goed zijn. Dat moet ook. Hè, zoals ik al zei, het beste dat je toch wilt is een 35-jarige dochter die nog nooit geen man in de buurt is bijgekomen. Kun je nog herinneren die excitement dat je toen had, de eerste keer dat je die blinders voelde en dat je wist, je gaat met dat meisje of met die gast kussen. En dat ik wist, die gaat mij weer totaal niet zien zitten. Hè, ja, zo dat. En ja, toch zie je zitten of je spreekt af voor naar een bijer te gaan of zo dat. Natuurlijk, dat is toch... Top, hè. Ja, maar toe, met al die krommetjes dat er waren. Ja, maar dat is toch top? Dat is toch top? Je moet je kind dat ook gunnen. Maar dat met die ook, maar dat is niet wat wij aan het zeggen. Nee, ik weet het wel. Ik weet het wel. Maar dat is mijn manier om die te masseren. Ja. Maar onze kindje ook, hè. Alle twee moederskindjes. Ik weet altijd wel eens als les. Of ik weet nog veel niet, denk ik. Ja, dat zijn wel... Dat vraag ik bij soms ook. Moeder komt ook meestal zo... Nee, via moeder kom ik het als eerste zo sussen te weten, het een of het ander. Zo. Maar jij weet veel, ze mijn Engelke. Nou, ja, maar het is alleen... Het, Pas, het zijn het gewoon... Natuurlijk weet jij niet alles. Ik weet zeker niet alles. Ga ook niet, want aan mij van, weet ik het dat je niet alles weet. Dat is nog erger eigenlijk. Oh, dat is eigenlijk... Dus dat wil zeggen, dat, wel... dat ga je het al weten. Dat ik het, ik doe het ter bescherming. Ik doe het ter bescherming. Nee, eigenlijk. Nee, maar jij weet eigenlijk heel veel. Echt... 98%. Dat is veel. Wat zit er in die 2%? Hetgeen dat je absoluut niet wilt weten. De af en toe interesses. Als er iets interesse is in een meisje, in een jongen, zo, maar er komt niks van, ja, daar ga ik hem niet mee lastigvallen. Ja. Zo dat. Maar ze hebben ook al twee een hele toffe vriendenkring. Dat doe ik al heel veel. Is bij jullie huis de zoete inval? Ja. Allee, bij jullie thuis. Kan u een nieuw tuinhuis zitten, zodat ze daar allemaal kunnen gaan hangen? Ik ben zelf ook opgevoed met het gegeven van... ik heb liever dat je vrienden naar hier laat komen, dan dat je ergens op een bankje of ook al in een lief, komt er dan mee naar hier. Liever dat je veilig thuis zit. Op die manier leren we ook alle vrienden kennen. Dan hebben we ook een geruster gevoel als we weg... En hetzelfde telt een beetje bij ons ook. Dus vrienden die dan om de duur, dan ook al zijn de kinderen bijvoorbeeld niet thuis, die gewoon tot bij ons komen en dan zo zeggen, we komen hier een beetje chill. Ik zeg, zit je allemaal neer, dat is goed. Of ook zo midden in de nacht, hè, en een keer met die deur erop, kwam er dan nog een koppel binnengewalst. Ja. Een heel normale zaak. Ja.
Maar het is leuk om die kinderen in hun jonge volwassenheid te zien overgaan. Ja, dat is wel tof. Dat ja. is het hem gewoon. Allee, daar zit de golle nog verder in natuurlijk, want dat is nog een aantal... Hè, want ja. Dat is ook altijd dat typische, dat je denkt dat je een 15-jarige hebt, dan weet dat allemaal beter dan iemand van 9. Hè. Mm. Maar je weet het niet beter dan iemand van 23. Nee. Je weet altijd van, er zitten nog stappen tussen, dat is nog anders. Je voelt die evolueren, je voelt al wel... Ja. Iemand van 15 is al wel veel meer een persoon dan iemand van 8, hè. Dat is altijd uiteraard zo. Maar ja, natuurlijk, ik weet ook, er gaan nog veel van die momenten komen dat je echt... Hè, we hebben nu een zwembad ook. De was is een poolparty, waar ik niet was, uiteraard. Hè. Dus ik kom dan weer aan en ik heb het weer allemaal gemist. Maar dat is zo dat moment dat je denkt, ja, ik vind dat wel tof ook, dat die hier komen. Ja. Ja, dat had ik wel. Ja. Dat ik denk, ja, ik wil die ook wel leren kennen, die gastjes en die maskers. Ja, een aantal van haar vriendinnen ken ik al goed, want die blijven ook om de 5 botten slapen bij ons. Dus dan weet ook van, ja, dat is allemaal oké. Okay, ja. En zolang dat je weet dat inderdaad zo de mensen waar die mee rondhangen, dat je al niet voelt, oh, er zit al zo'n element ellende in, dat er zit aan te komen, ja, dan ça va allemaal. Ja. Dan moeten ze kunnen doen wat ze willen. Plus ook geleerd ook sommige ouders kennen, en dan heb je gewoon ook het gevoel van, zelfs als die ouders weten, ze zitten bij ons... Dat geeft die mensen ook een gerust gevoel. Want bij ons, als ik u zeg, dat soms tot 4 uur 's morgens zijn die aan het pappen. Hè? Mm-hmm. Gewoon aan het kaarten, hè? 50 afleggen. Hè? Mm-hmm. Dus die zitten op we hebben dan een beamer en dan zitten ze daar film op te zien. Ze hebben om de 2 weken hebben ze filmavond. Dat is ook wel kiezen ze hun reeksen. Ze hebben nu net alle Harry Potters. En ik dacht dat wat ze nu aan gaan beginnen was alle Back to the Futures. Goeie smaak. Dat zijn er goeie. Ja, maar ze pakken altijd zo... Klassiekertjes. Klassiekers, waar dat er meerdere van zijn. Zeker op YouTube, papa je op het een om te zien. Zeker. Ook een oude klassieker. Een avond. Och, kwezeltje. Wel, als je een podcast ziet, Read This, ze leest... Hè, ze bespreekt boeken die dat ze eigenlijk leest. Wie is de lezer van alles? Wie is degene waar ze... Ja, die kinder wel weer al. Sorry, Sam, dat ik er altijd vanuit ga, want dat wil totaal niet. Zeggen, want jij zei, klaarblijkelijk een nieuwsverslinder. Hè, iemand dat altijd de gazet leest of overal dat soort dingen. Dus het zit er eigenlijk bij jullie alle twee wel in. Maar jij zit degene dat eigenlijk vooral veel boeken leest. Toch? Ja, maar dat komt ook door het vele reizen. Hè? Ja. En ik heb mijn kinderen ook in het Engels opgevoed. Oké. Okay. Dus ze lezen ook in het Engels. Ik lees ook altijd in het Engels. En door het vele reizen, dat is hetgene wat ik er het meest aan heb overgehouden. Dat is heel veel boeken lezen. Want op iedere luchthaven heb je boeken die interessant zijn. En zeker als je moet wachten en dan kunnen we een nieuwe kopen. En mijn beide kinderen van kleins af aan was dat eerst verhaaltjes voorlezen. En dan om den duur hadden de luister-cd'tjes die er ook nog waren. Ja. Dus als ze het boek mee hadden gelezen, dan mochten ze het luister-cd'tje 's avonds opzetten om in slaap te vallen. En dat is eigenlijk altijd gebleven. Ik denk dat wij gemakkelijk, Shania en ik, 4-5 boeken per week ongeveer, om de 2 weken lezen, zeker. Wow. Dan moet je te zien hoe druk dat je het hebt. Ja. We hebben altijd een boek bij. Ik heb ook nu een boek bij in mijn handtas, maar dat is... Allee, op met een iPad. Boeken. Wij lezen altijd boeken. Ik lees onder dit. En zeer ruim, hè. Ja. Van waar gebeurde verhalen tot thrillers. Ik ben niet van die fantasy-dinges. Ja. Ja, ja. Dat moet zij nu wel lezen voor haar podcast. Maar een van haar favoriete boeken dat ze heeft... ik denk dat ze er een semi-bijbel... staat hem daar tussen? Nee. Een van mijn dochters staat er al bij, Fourth Wing. Dat, was dat is hetgeen dat zij heel erg cool vindt. Wat is dat vorig seizoen? Ja, maar een van die laat hem niet, ik wou het proberen, maar hij wil niet laaien. Dus Patty... Ah ja, toch. Zeg. Daar heb ik hem, wacht, hij is even zien. Ja, sowieso Daisy Jones and the Six, dat vond ze fantastisch, omdat dat trekt op, dat is Fleetwood Mac. Daarop gebaseerd. Ze vond de serie maar niks. Want ze is een enorme fan van Patti Smith. Okay. En dinges ook. En Stevie Nicks. Dat is haar idool. Ik heb de kaarten al. Hè? Ja. Dus
Dat is ook een van de dingen. Hetgene waar ik het meest met Shania, dat is altijd onze boeken en samen concerten doen. Mm-hmm. En de klassiekeren, hè? Dus echt Bob Dylan, Stevie Nicks, Fleetwood Mac, Bruce Springsteen, The Stones. Zot eigenlijk, dat zo'n generatie is dat overslaagt. Dat die zo... Er is deze generatie een enorme drang naar die oude klassiekers. Ja. Ik had de indruk dat vorige generaties dat iets minder hadden. Maar ze voelden dat nu wel. Dat maar ik denk in onze generatie, vooral in de jaren 80, was het zo gewaard. Of rock, of gewaard pop. Ja. En dan in de beginjaren 90 dan kwam die een acid, hè, die smiley mannetje. Mm-hmm. En opeens was er house music. Oh, dat wordt al helemaal een schand. En dan had ook nog eens de klassieke... vorm en het Vlaams lied en je moest in vakjes zitten. Mm. Dat is weg, hè. En dat is zo ruim en zo breed, waardoor dat, en zeker nu met allemaal die digitale kanalen van iTunes en Spotify, en jij kunt gewoon, wordt aangeraden ook in deze stijl en TikTok, en dit en dat. Bij heel veel TikTok. Van die TikTok, hoeveel van die dingen dat die, een kei grappig filmpje met een nummer onder, en dat nummer wordt een hit, en dat nummer... is uit de jaren 70. Ja, of komt terug. Of dat je denkt, Murder on the Dance Floor. Really? Ja, ook dat, hè. Ja. Dat is ook zo'n met voorbeeld. Saltburn, ja. Ja, dat is ook zo, ja. Sam, als die een helft boeken leest, wat zijn uw hobby's eigenlijk? Dat is echt een vraag die een paar keer is teruggekomen. Biljaren hebben we al een vermoeden. Ja, een biljartje doen, dat denk ik heel gaar. Op een biljaar, hè. Komt niet af met een karambolle, want dat is te moeilijk van man. Dan zou ik naar een kwartier met een kuip eten. Maar toppen biljaren... Wat is het verschil tussen een toppen en een karambol? Karambol is met rauwe ballen. En dat is gewoon ballen. Tegen de zijkanten en je moet ze alle drie geraakt hebben. Ah, gewoon dat, zo'n klassieke biljaar. Ja, tuurlijk. Op een biljaar. Ja. En dan kun je nog gewoon drie banden ook in, zodat je dat ook... En ik speel heel jaren op een biljaar. Dat vond ik ook heel plezant, op een biljaar. En doe je dat dan, is dat dan een vaste afspraak? Woensdags avonds met mijn copains. Ja? Ja. En zijn dat de copains van vroeger? Ja. En is dat dan ook in de hometown, of is het... Café de Trabalt. Zalig. Oh, ja. Het is een klein caféetje, hè? Ja. Dus niet allen daarheen. En muziek, is dat nog iets dat je nog volgt? Ja, zullen. Ja, absoluut. Nou, niet zo, ik ben niet meer op de hoogte van het laatste nieuwe en zo, want ik heb heel veel namen uit de jeugd. En madame, als ik in de auto zit, dan zeg ik, hé, ze nam ik een keer een schaaf ontdekt. Hè. Maar papa, dat is van 2-3 jaar geleden. Mm-hmm. En dan denk ik dat het neefnummer gevonden heeft. Want dat is dan ook nog met mijn gsm zo. Tok, die dat gaan zeuken, gaat of die een box en dan gaat die een soundhound, of noemt dat. Ja. Het is nog zo van die nieuwe stempel, hè. Maar muziek, absoluut. Ja. En nog ambitie voor zelf dingen te maken? Ja, we hebben een nieuwe single opgenomen. Vorige week, de woensdag, zijn ik gaan inzingen. Wauw. Zal het? En, mijn duetje met de Sergio, dat is 2 zomers geleden zeker. Dat heb ik gezien toen, hè. Toen dat je, dan zaten wij bij Gert. Dan heb jij dat daar gedaan. Mm-hmm. Je toen juist, samen opgetreden. Ja, dat was eigenlijk vlak voor dat ik Fear Factor moest gewoon beginnen opnemen. Gast. En dan weet ik nog dat jij toen, dat was wel kei lief, dat jij toen tegen mij zei van, laat u niet opnaaien. Laat niet dingen uw eigen wijs maken. Ze moeten u niet stoerder maken dan dat je zei, want dat zit al. Dus zeg gewoon dat. En ik vond het wel tof dat jij er zo zat en ik dacht, wauw, die pakt even naar een tijd voor dat tegen mij te zeggen. Ah ja, tuurlijk dat. Ja. Je had bijna mijn schoonbroer kunnen zijn, dus ja, dat kom. Dat is zeker waar. Ik zal altijd een oogstje over u... Allee, dat is goed, dat is goed om te... Ik weet niet of dat goed of slecht is. Het is omdat ik je vrouw graag zie. Het is dat. Ja, gelukkig. Ja, voilà, ja. Even de verduidelijking. Ik ben opgegroeid met zijn madame. Dat is zot, hè. Ja, haar broer was samen met Debbie. Nee, ik heb geen broer. Maar, haar broer. Dus de Tom, die was samen. Ja, was samen met Debbie. Daar heb ik wel wat verhalen over mogen horen. Ja. Van wie? Van Jasmin. Ja, dat gigantische klus. Dat van, hij hè? Mee op reis ging, ja, niet normaal. Ja, echt, dat was erover. Dat was echt erover toen. Ik snapte het niet. Maar... En die broer trekt eigenlijk een beetje op Koen Wouters. Echt waar. Ik denk dat Tom, ik meer hartzeer had toen dat die uiteen gingen dan dat ze het hadden. Ik heb geblet. Oh, ik vond dat verschrikkelijk. Ik was echt diegene dat zei, nee, je moet terug samen zijn. Ik kan dat niet aan. Zo, echt dat, hè. Oh, ik zag dat is juist voor de faps eigenlijk. Nee. Lang daarvoor. Ik was 17. Nee, 18. Mm. Tom is nog op mijn 18e geweest. Dus ja. Mm-hmm. Nou, niet mega ervoor ook meer. Ja, toch 5-6 jaar. Ja, toch. Mm. Even over de muziek, sorry. Ik kom ja, nee, over de muziek. Okay.
Maar dat is dan wel zoiets, omdat je, is dat dan omdat je, dat, je dat, dat toch een soort virus is dat je niet weg kunt krijgen? Want het is... Nee, dat is altijd heel stoem bij mij. Als een nummer op mijn pad komt en ik vind dat wel iets, dan stel ik dat ook wel altijd direct voor aan mijn vrouwke. Want mijn vrouwke die doet mijn management en zo. Hè. Ja. En dat was ook zo heel stoem een nummer dat de revue passeerde. Godverdure, dat vind ik dan nog eens een tof nummer. Zeg. En die, dat, is muziek, dat is muziek. Dat die dan... componisten, dat ja. die dat de broeders van Passel, de Neddy en de Danny. Die hadden dat nummerke geschreven, die ken ik dan ook nog eens toevallig. En zo verleid ik woensdag met het gaan inzingen en het zal uitkomen ergens in april, denk ik. April, mei. Mei? Oké, mei. We leggen alle vogeltjes een ei. Zalig. En dat is ook eentje dat vaak terugkwam in de vragen. The bromance met Sergio. Ja. Mijn beste vriend. Dat is van 89 ken ik de Serge. En dat is ja, mijn derde vroeger, broer. Hè? Dat is mijn derde broer. Ja, 89. Ik ken die van 89. Mijn allereerste optreden met mijn allereerste singelke Laat Me Nu Zingen. Dat ik mocht gaan doen, dan deed ik nog een rock'n'roll medley. Want ik had maar hier leken, een rock'n'roll medley. Een nummerke van Shaking Stevens. En mijn singelke bij hem ben ik toen gaan optreden. In een Brazil? In een Brazil, in zijn discotheek. En van sindsdien kennen we elkaar. Ja, en was 89. Dat ook instant of zo? Want dat lekte mij wel. Omdat Serge ik die, is ook ja. wat gezeten. Serge zal ook nooit niet veranderen. Serge is, ja, nou, dat is mijn beste kameraad, dat is mijn derde broer. Mm-hmm. En dat is, ja, we moeten ook, maar kan daar zo. Alle dagen alle horen. Dagen, of toch twee, drie keer op de wijk. Zeker elkaar horen als we kunnen spreken. Waf. Ja. Ja. Ik weet gewoon dat ik dan een hele goede vriend aan hem. Dat is, die zal er ook altijd zijn van mij. En ik voor hem ook. Die mag maar. S'nachts om 6-7, die mag me bellen wanneer, 24 op 24. Je mag met een platte band staan met meneer van Spreken ja. in Parijs. Ik zal met een training scheten en ik ga naar Parijs voor die te helpen. Daar leerden ze mee kennen, hè? Absoluut. Ik heb ooit met een platte batterij om de VRT gestaan. En ik heb toen naar hem gebeld omdat ik aan het wachten was op touring. Ik was me aan het vervelen. Ik bel naar hem en het eerste dat hij zei is: moet kijken komen halen. Ja, ja, dan weet dat, dan weet dat je moet er niet veel, dat is nooit niet veel uitleg voor nodig. Nee, nee, ik dat je kunt, ook je kunt uitleggen, veel ja. dingen vertellen ja. over elkaar, maar dat zijn en, de dingen ja, dat je hebt veel woorden nodig. Nee, nee. Dat ook ja. mee. En gewoon maar eens naar elkaar zien. Mag je dat duizend man in een tent zitten? Maar ik moet het toch vragen aan Kelly, sorry. Twee zeer geliefde figuren, maar ik kan me voorstellen. In Sam, in Sergio. Is dat een zotte avond? Is dat een vermoeiende avond? Nee. Dat is... Sorry, ik kan niet de enige zin dat daarna denkt. Nee, maar ik snap de veronderstelling. Maar dat is toch juist hetzelfde dat je zou zeggen van je twee Alexen, is dat een zotte avond? Dat is een mega vermoeiende avond. Ah, ja? Ja, sorry. Oh, ik vind altijd de keren dat ik de Alex ontmoet. Rustig? Oh, ja, rustig, sympathiek. Maar ga ooit al eens met een hoop comedians op stap? Ja, maar dat is iets anders. Sergio en Sam zijn toch ook twee. Ja, maar dus, ik denk dat er een verschil is tussen dat je die twee samen hebt. De vrouwen zijn er dan ook altijd bij, hè? Ah, ja. Ja, er zijn gewoon avonden. Ik denk, je zult ook alle twee een avond hebben, dat je alle twee wat drukker zijn en dat je in vorm bent en dat is. Maar ik denk die ook zijn wel goed, hè? Ik denk, ja, maar ja. Kijk, ja. Zie je, nou zijn ik toch mijn gelijk ontkrijgen. Hoe is zo'n avond dan? Als ik in een tijd met Serge en met Sam bepaalde dingen zie, wij staken gewoon samen fratsen het. Zo. En dat is het. Oh, dat mag ik hier allemaal niet vertellen. Maar leutige dinges. Ga je het nou echt allemaal vertellen? In Blankenbergen, dat is algemeen geweten. Ik ken niet, de Serge. De Sergio, s'nachts aan de casino. Waren frieten gaan eten, ik weet niet meer om wat deur. Wat een goesting, kattenkwad. En Serge, zijn dat de laatste bulletten hier in uw vitrine? Nee, ik heb dan nog twee dozen. Oh, alle bulletten bakken met tartaar. En we hebben daar een frikadellengevecht, een bulettengevecht gehouden met de flikken. Met de flikken van Blankenbergen, bulletten met tartaar aan het smaten over het weer. En die mensen konden daarmee lachen, dat was tof. Over in het weer, zeg. Ik een doos gaan brengen naar hun voor te zeggen. Ja, nee, die mensen was maar ontbakken, hè. Och. Die bulettengevecht gaan met de flikken, met de police van Blankenbergen. Wat een heerlijk maar ja, dat is gewoon... Was dat Blankenbergen? Ik dacht dat dat Oostende was. Blankenbergen, teen om te zien. Ja. Was toen nog twee dagen teen om te zien. De beach, de King Beach. Ja, ik weet dat ze, maar dat heb ik nooit niet weg geweest, hè. Ja, wat is dat? Ja, lachen, zwanzen, plezier maken, wat wil. Maar dat is een combinatie. Allee, ik zeg het, ik ken de Serge. Voor mij was dat ook al een goede kameraad van mij. Dus, en die heeft ons voorgesteld. Dus dat is ja, zo, want dat is ook iets dat je er straks vertelde. En de Sergio, ja, hij zal dan toch op een bepaalde manier u ook wel goed kennen. Omdat hij tegen u zei van, ik heb er hier een gevonden en daar ga je mee trouwen. Ja, want Sam wist van niks, hè. Ja, ja.
te verduidelijking. Hè? Sam wist het van... Tot de dag van vandaag is dat nog dikwijls zo dat Sam van niks weet. Maar nee. Dus op 25 jaar is er eigenlijk een klote veranderd. Is rond. Ja, goed in ballen veranderd. Fijn. Nee. Dus die kent mij ook goed genoeg. Dus ik heb Allee. Ja, maar dat bedoel ik. Hè. Die nee iets tegen u, die weet wel iets over u, dat hem denkt, ik heb een gast ontmoet en dat past perfect bij u. Ja. En dat klopt ook. Dat achteraf klopt gezien. Ook. Ja, maar ik ken het al van 89. Hij kent hem al heel lang, maar wij, iedere keer als ik in het land was en ik sprak dan af met Serge of wat, ik had opnames of dit of dat, hij was daar nooit bij, want hij moest gaan optreden. Mm. En toen moest dat gewoon lukken. Ik had zoiets van, ja, komt wel goed, Serge. Maar dat was zo, ja, degene die ik het meeste ook altijd zag, als ik in België was, die dat... Ja, ik weet niet. Serge is gewoon een heel amabele mens. Ja, het Ik heb het met Twink Palace gedaan. Wij zaten altijd apart, pas toen dat we samen waren. Samen waren wel. Ja, maar het is... ja, dat is... Serge is niet alleen maar... dat, hè. Mm-hmm. Wel. Mm-hmm. 43, pakt 5... Maar toch 50% van de tijd is hem dat. Maar dat is ook een waar je echt gesprekken mee kunt gaan voeren. En die dat... Ja, dat is... Ja, geamuseer de wagen daar gewoon mee. En dan heb je zijn vrouwke Sophie. En ja, die kennen we dan ook van in een tijd van in Leuven. En toen dat zijn dochter weer geboren, samen was ze zelfs bij, stond hem op de gang te roepen. Kom aan, Sophie, je kunt het. Dus, allee, ja. je bouwt met elkaar een bepaalde band op. Dus ja, en onze kinderen, die kennen elkaar ook al van kleins af aan. Dus die hebben dan... samen ook al van alles meegemaakt en elkaar gesteund en gedaan. Dus ja, dat is eigenlijk... Hoe zeg je dat? Dat is leuk. Ja. Top, hè. Als het geen bloed is, is het gewoon familie. Hè. Ja. Al te eerlijk zijn. Dat is een ding dat je letterlijk kunt zeggen van zo iemand. Hè. Die hebben elkaar geadopteerd. Ja. Ja, je past ook goed bij je. Ja, hè. Er zit ook zoiets, ja. Ja. Die hebben alle twee iets gehad. Nee, die eronder moet die spakken. Dat is een van mijn favorieten. Wacht, onder den deze, zie je, den Dina. Den Dina. Man. Zie. Ja. Kijk, dat zijn ze, hè. Ja. De ene doet onnozel en de andere lacht ermee. Maar het is de andere dat ermee lacht, dat eigenlijk eerst onnozel doet, dus dat je de reactie krijgt van de ene die dat onnozel doet. Dus basically, dat zijn eigenlijk twee rustige gasten als die samen rondhangen. Je zit hier toch wel gelijk aan het krijgen, zijn Andries. Het zijn twee pingpongers naar je, hè. Ja. Yin en yang, maar hetzelfde. Ja, en plezier maken, dat is ook zo weet dat ik altijd zeg, dat moet je zelf doen. Dat kan een ander in dat plots niet. Het schoonste vond ik de periode tijdens corona, dan hebben we elkaar er echt zwaar goed doorgehaald. Allee. Ja. Want en wat was dat, afspreken of veel zoomen of bellen? Die kregen op donderdag kregen die alle twee zo, dan voelden wij dat thuis ook. Hè, zo die stoot van energie. Ja. Want het weekend ging eraan komen. Ja. Mm-hmm. Dus die kregen alle twee zo die stoot. En dat ik en Sophie dacht zo, het weekend begint weer. Ze zijn weer. En die wisten met hun lijf gingen blijven. En dan moesten die, dan hebben die elkaar gewoon bezig gehouden tot 5-6 uur 's morgens om er zo samen die energie er wat uit te krijgen. Ja. En wat gin tonics en wat pinten. Maar niet iedere keer. Dat vond ik ook wel zo'n ding, dat we zo'n Zoom deden met allemaal en iedereen is aan tegen elkaar aan het lullen en aan het suipen, man. En tegen het einde, dat is toch altijd iets weird, hè? Dat je dan poepeloeren patrol zit, je zet die computer af en je zit zo alleen in je kat en je denkt, ik ben schijt de patrol. Bij mij thuis. Deze is echt zielig. Ja. Zo, want dat werd dat direct is... zielig vanaf het moment dat al die vrienden weg zijn. En dan zitten zo die gasten en moe, zitten, en moe. Kapot, en jongen. Moe van een scherm te zien. Ja, en dat stukje, dat vertragingsje, dat is niet veel. Dat is gewoon heel de avond te geriteerd. Je moet luisteren naar wat dat iemand anders zegt. Op een gegeven moment allemaal tegelijk gaan pissen. Ja. Mannen, sorry Serge, ik moet even gaan verliezen. Goed dat je het zegt, wat ik me toe kan zorgen. En dan nog tegen je roepen. Hè? Ja. Of die ene hand op zijn gsm zo was zitten zien, dat je die denkt dat je dat niet ziet, maar dat je dat niet hoort. Dat je denkt, wat zit er aan toe? Zo, heel de tijd zo, ja. Niet aan het luisteren. De chance dat er was, eigenlijk. Ja, we hebben elkaar wel echt tegensluit. Ja, onze podcast ook, hè, dat wij elke week iets, wij gaven ons eigen de opdracht, we maken er elke week een. Ja. En we konden niks anders doen dan, we gaan wat films zien en hij ging documentaires zien.
zien. En dan babbelen we erover. En hopelijk hebben we een gast, iemand dat je kunt bellen, wat op den duur ook altijd lukte. Maar in het begin was dat, al ja. doen we het met twee, hè. Ja. Gewoon voor te weten, ik heb iets te doen tegen dan. Ja. Zodat je niet heel de tijd alleen maar zo dat... Want op den duur werd dat wat uitzichtloos. Hadden jullie dat ook? Wel, ja. In het begin van die corona, zo van... Och, een weekje, twee weekjes... En de derde week eindelijk is al... verlof. Eindelijk ja. is verlof. En we mogen niet weg. En dat was goed weer. Mag niet meer komen. Was fantastisch weer. En de derde week ging in, hè, ik weer zot. Ja. Ik zou uit de muren gelopen hebben. Mm-hmm. Oh, en een kut stofje dat ik had zo direct afsnauwen. Maar dat snap ik. Ik denk voor iedereen wiens job, performer, ja, podium is... Het ging over de gezondheid van de mensen. Dat gaf fijn natuurlijk. Dus ik begrijp dat, maar ik wie met een kop weer... Ja, dat is waar. Je kon ook niet klagen. Je kon zeggen, als je zegt, we zitten met een pandemie. Ja, ons job is zoveel als mogelijk volk in één plek. Ja, dat moest het juist niet zijn. Nee. En dat kun je aan... Maar waar dat bij mij begon mis te gaan, was na de tweede lockdown. Hè, en dat werd nog langer en dat bleef maar duren. En dan begonnen al die dingen als... Ja, de vliegtuigen zitten wel vol. En dan denk je, jongen... En wel, hè. En zo, kunnen wij echt altijd een boom in nu? Of wat? Wat is, hè, zo we zijn als eerste moeten stoppen als laatste terug mee beginnen. Hè. Ja, en dat was terwijl gewoon... Terwijl dat mensen eigenlijk vooral entertainment nodig hadden. Ja. Mm-hmm. Ja. Ja. Maar jij had ook zo werd dat we allemaal Tiger King gezien. Als we privé zijn, dan liet Sam altijd zo zijn baardje groeien. Als hij ging optreden, schoor hem het af. Ja, ja. En tijdens corona heeft hem gezegd, zolang dat ik niet kan optreden, dan ga ik mijn baard laten staan. Heb je er foto's van? Ah, ik vond hem zo sexy met zijn baard. Ah, oh, wacht. Dan moet ik van hem zag minder van mijn gezicht. Dat is niet waar. En waarom laat hem dan niet staan? Hem, ja. Omdat tijdens het optreden is dat gewoon heel lastig. Is dat, heel is dat is toch goed? Ja, dat gaat daar toch keigoed af. Dat kun je toch even goed mee optreden met dat? En deze was... dan zie je er missen 18 uit in plaats van 12. Ja. Ja, ja. Je hebt een klok ook. Schiet ja. Oh, en hij had alles gekocht, hè. Ja. Zijn kammetje, dan zat hem zo, hè. Oh, ja. Maar dagen zat hem zijn baard te kammen. Zo, dat. En de eerste keer dat hij dat afdeed, na een jaar... Oh, ja, maar dat gemeen, hè. Oh, dat vond ik... Oh, ik denk ja, maar dat ik toen een slappe lach heb gekregen. Ja. Ik heb toen een slappe lach gekregen. Ja. Ah, ja, omdat je terug naar... Ik dacht, wat is dat nou? Dat is hier raar. Halverwege stopte ze zich. Oh, mijn batterij is blij. Maar dat heb ik iets gehad, dan ben ik nog bij ons moeder en ons vader. En wat afgesproken in Café de Splash in Mechelen. Met mijn kameraden. Ik kom na de Splash opzoeken, ik moet dat ik weten. Ik weet al Café de Splash. Ik was, ja, maar dat bestaat niet meer. Dat is aan de Colomabrug, dat is daar allemaal afgebroken. Ja, wie weet, hè. En... Hash, ja. Ik was maar aan het scharen boven. En ik weet niet, ons moeder of ons vader ze hadden maar geroepen. Ik was tot beneden geteend. Dan was ik een keet. Mm-hmm. Yes. Nee. Dat was aan de vaat in Mechelen aan de Kolom... Oh, ik moet niet met je microfoon. Begon niet vinden, mag niet. Mag ik het kapot zijn? Die bowling en zo, dat is allemaal weg. Dat was nu voor de bowling in Mechelen. Mm-hmm. En ik was maar aan het scharen. En ons vader of ons moeder die hadden iets geroepen. Van, mag ik komen naar beneden ook horen? En met beneden te zitten, het begint te zien op tv... Gewoon niet meer aan gedoegd dat ik al verwegen aan het scheren was. Dan kwam ik in het café, iedereen aan het lachen. Mijn moe aan het lachen. Rond zijn, mijn stond getrapt of wat. Of, dan ging ik naar de eerste keer naar de fleuzenbak. Ik zag mijn ogen in de spiegel. Zeg. Had ik maar voor de helft mag schuilen. Van goed, stil uit, vol van het café. Ja, dat is wel cool. En dan konden zo zitten. Ja. Iedereen denkt, ja. En dan zo, maar dat is een heel andere. Ja, what the fuck is this? Die herkennen we niet meer. Al veel gehad, hè. Zo stoten, hè. En toch, als je weet dat zij dat zo schoon vindt, toch zoiets van, ik scheer dat toch terug nee, eraf? Maar, ja, nee, mijn broske, hè. Oh, mijn broske, jongens. Dat vond ik zo'n gemakkelijk kapselke, hè. Ik kwam uit dat douche, hup, dat spul was droog. Mm-hmm. Bij je optreden is in de winter een potsknoop, je komt niet toch met al de meer staan, maar ik heb nooit niet zo'n van uiterlijk bij geweest. Mm-hmm. Maar toch een beetje dat ik kapot, dat precies een plofte bloemkool op mijn appel. Dat broske vond ik veel gemakkelijker. Dat was rits, gedaan met juidelen, rits, dat was droog, kon dat potsken terug opzetten. Je functioneel je haar niet. Het is goed dat jij ook altijd jodelt. Dat vind ik ook tof. Ah, we gaan ook jodelen. Ik vind dat kago. Er is ook zo'n woord dat in rak. Rak in expeditie wordt met een ander. Maar fit. Mastel. Daar had ik nog nooit van gehoord. Nee?
Ken jij het woord mastel? Nee, wat is dat? Maar mijn grootvader gebruikte dat ook altijd. Een mastel geven. Ah, nee. Een vlaai geven, een mastel. Maar mijn grootvader is een Brusselaar, hè, dus dat is zo... Ja. En dan heb je heel veel... Een juve op zijn bakjes. Ja, dat kennen we. Dat kende hij wel. Een mastel tegen haar bakjes. Amai, dat was een mastel. Amai, dat, die kwam hard binnen. Nou zit het erin, maar ik had er nog nooit van gehoord. Ja, maar jij zegt dat zo een paar keer. Ah, dat kan, ja. Even toch wel even... Wat is... Wat vond je van wat je voorlopig gedaan hebt, de leukste reis? Amerika, Japan? Dat is een moeilijke, hè? Maar... Nee. Voor de gasten, denk ik. Allee, die hebben ook enorm genoten. Ik Japan. Mm. Persoonlijk vond ik Japan, ja, dat was mijn droombestemming. Japan wou ik altijd al eens gezien hebben. Wil ik ook al heel mijn leven naartoe. Ja. Dus, dat is zo goed meegevallen. Ook hetgeen dat ik in mijn gedachten over dat land had... Het dat volledig ingevuld. Dat is, ik vond dat fantastisch, tof, schoon, lekker. Lieve mensen. Knap, heel schoon, netjes, proper. Mm. En hun systeem klopt ook met dat wandelen. Dat is precies dat in Tokio, dat drukste punt van de wereld, geloof ik. Ja. Wat dat de feit dat, dat kruispunt. Ja. Dat is, je zit op de zin en je snapt het niet. Maar eens dat je mij in die menigte gaat... Is het zo logisch, lakeet? Ja, je systeem klopt. Ook files. Omdat er al weken gezeten hebben, maar we hebben in één keer file gehad. Mm-hmm. Dus het werkt, het werkt. Ja. Ja? Als je naar Japan gaat, ga je naar Tokio? Ja, ja. Echt waar, doet die monkey card? Ja, dat is hetgeen dat je op zich kan rondrijden. Ja, dat moet je echt waar doen. Ja, maar ja, ik zal nog geen rijbewijs hebben. Ja, maar dan kan één iemand... Dan zit hij achterop eigenlijk. Zo dat de kindje heeft gedaan, hè. Maar dan moet je echt, en je moet echt pakken rond een uur of En wat was dat, los in de stad? Dat is Tokio. Maar wij echt... We zitten zelfs op het drukste kruispunt. Je moet het echt doen, want het is er tegen... Red Bejaap, de deur is met elkaar slagen, die allemaal bazaar aan. Het is een uur en half. Inderdaad, dus zit hier op Tokio. Het pakt echt zo het uurtje dat je daglicht hebt. En daar staan ondergaan. Nee, maar ik heb het gezien. Het zag het superleuk uit. Ja, Japan, schoonland. Schoonland. Ja, mijn zus vond het ook fantastisch. Goed van eten. Ja. En proper, proper. Als je langs tot de straten... Aan de fleuzenbak moet gaan staan en je moet nog 90 of 70 cent betalen. En dan moet je zien wat je stapt of geschuft uit. Je stapt precies op een schutsbaan. En stinken, stinken. Daar kom je binnen in die toiletten aan die nafpoepen. Dat is... Oh, geur, dat is zo wil ik gaan doen. Ja. Alles proper. Netjes. Dat is ongelooflijk. Maar je ziet dat zelfs al op de beelden. Als je ziet, hè, dat je dat eraan komt en dat je al rondloopt en zo. Dat je denkt, wauw man. En je ziet ook, je zag ook dat het warm was. Hè. Er is ook een moment dat je al zo uit dat busje stapte. En dat zo, dat het eerste was warm. En dat je, gevoelde dat zelf. Met de chopstick zag je dat ook. Ja. Je gaat wel zweten, jongen. Ja, maar de airco was er het geval. Ah, okay. Dat was ook niet logisch van, maar wil je zo'n ding eens gaan te doen? Natuurlijk moet je dan trappen pakken en aan die kabel gaan hangen. Mm-hmm. Nee. Het over je chopsticks, wanneer dat je die ontmaken wordt. Ah, hallo. Ja, je dinges. Ja. Daar heb ik me ook een beetje aan getrumpeerd. Hè. Ja. Maar dat was... dat is op zijn sams. Weet je wat het gewoon is? Het is daar gewoon fantastisch weer, lekker warm. Maar het is ook zo dat... Een gouden tip dat ik u kan geven, hoe spannender uw kleren of hoe meer bloot vel dat je eigenlijk toont, hoe warmer dat je het gaat hebben. Ja. Als je naar zo van die warme landen gaat, is het echt beter om altijd heel breed en losjes iets aan te hebben om eigenlijk dat was ook nog veel lucht ja. Friste te houden. Je airco blijft er wat onder. Je ziet dat ook meestal bij mensen die in zo'n landen wonen. Hè. Die lopen niet rond met een short zo en marcelletje en zo. Dat is wat wij dan doen. Dat is wat wij doen. Omdat wij het hier gewoon zijn van het vaak toch niet zo warm te hebben. Wat fantastisch, hè, man. Ik zag die beelden en ik dacht direct... Oh. Ik heb direct tegen Jasmin gezegd, ik ben even aan het zien naar Expeditie Goris Japan. Wij moeten naar Japan. Ja. Het grappige was ook, toen dat mensen wisten dat we naar Japan gingen, was zo de grotendeels van alle mannen, grotendeels, die zeiden allemaal... Oh, dat is mijn droombestemming. De meeste vrouwen zeiden tegen mij... Japan, wat ga je daar zoeken? Mm-hmm. Zo dat. Mm. Maar het is zo prachtig. Zie je wel deze natuurlijk. Dat was heel ja. Maar wel heel lekker. Ja. Ah, ik heb er geen ene keer slecht gegeten. Nee. Daar heb ik het meeste gemist als wij terugkwamen. Ik was wel content dat ik zo gegeten had. Ja, ik ook. Want,
Ah, goed. En deze, jong. Ja, die ja, was zitten. Die is een harig gat. Ja, ja, dat is ja, ja. Echt heel funny. Deze man. Ja, maar ook leverbuikjes. Ja, ja. Nee, dan dat ik er tegen moest beginnen. Dat zijn acrobaten. Ja, want als je deze niet kent, hè, dat is de Misumo, omdat je die zo vaak ziet, dat, zo, hè, dat die zo groot en dik zijn, maar die zijn inderdaad mega atletisch en super lenig. Die op warm in het zijn. Maar tijdens dit bijvoorbeeld, hè, want dan moesten zelf... kon zo'n sumo-pakje aandoen, zo, hè, waar daar lucht in zit. En dan mochten ze tegen een van hun zo beginnen duwen. Mannetjes, ja. Dit waren de smalls. Ja, ja, ja. Maar ze vertellen nu in het begin, want deze zijn demonstraties, diners, dus dat is... Ze vertellen nu ook wat dat inhoudt, wat dan ze moeten doen, wat de minimum is van stretching en opwarming en al die dingen, no, wat dan ze moeten eten. Dus je kreeg ook het eten dat ze hun moeten eten, maar dan wel in de kleine porties. Ja, ja, ja. En dus in het begin zitten er en je kijkt er naar en je voelt even ongemakkelijk. Mm. Een vent in zo'n stringsje zo. En dan denkt je, oh, maar dan om den duur, naarmate dat die een uitleg daar is en die mensen zijn aan het doen, ja, hoe meer bewondering dat je gewoon krijgt. En je begint meer in, dat deden we wel heel vaak. Of zo, je loopt over de straat en die mensen kijken in je ogen. Ah nee, want als ze kijken in je ogen, dan moeten ze je eigenlijk herkennen, benoemen en dan moeten ze... Konnichiwa zeggen. Ja, ja. Dus dan moeten ze u begroeten. Dus de meesten kijken gewoon naar beneden. Dat is niet om onbeleefd te zijn, maar anders zijn ze constant. Het enigste nadeel, en dat ik spuitig vond bij Japan, was de taalbarrière. Hè. Ja. Ja. Dat is het enigste spuitige. Ja, en dat is ook niet zo'n... Dat is, hè, je kunt u altijd wel een beetje behelpen als je in Frankrijk gaat rondlopen, of in Spanje herkende wel eens een paar woorden en dit, maar dat is een taal dat totaal niks te maken heeft met die van onze. Niks, hè. Ja. Ja, ik vind dat een fantastische taal. Ik ben er ook echt wel fan van. Ik ben daarna zo wel even op, dat was een van mijn voornemens van onze eindejaars, dat ik Japans ging leren. Dus ik zit nu al 2 maanden op Duolingo. Onze Kenji heeft dat ook gedaan. En ik vind dat, dat is echt... Ik heb dat altijd een hele coole taal gevonden. Ik heb ook heel lang karate gedaan, dus er zitten dan ook veel van die Japanse termen in. En ik was altijd... gefascineerd door dat land vanaf Shogun eigenlijk, die reeks op tv van vroeger. Ja. Ik dat gezien had, dan dacht ik, ik wil er naartoe. En nu denk ik, come on man, je bent 50. En je gaat doen naar 2 weken? Ja, dat zal het ongeveer zijn, denk ik, want we gaan dat tijdens de paasvakantie. Is dat te kort? Ja. Je vliegt 12 uur en 40 minuten gewoon al naar Tokio. Ja. Vanuit Londen. Ja. Ja, dan zit je al wel wat kwijt. En de tijdzone ook nog eens. Dus je reist vooruit en dan reizen wel terug in tijd. Maar 2 weken is... En gaat het met een auto ook doen? Of wilde met de treinen? Dat zijn we allemaal nog niet uit. Dat was allemaal... Het is gewoon het idee van dat we het willen gaan doen. Maar we zijn er nog niet echt actief mee bezig geweest, zal ik zeggen. Dan ga je een schoenreis tegemoet gaan. Ja, ja, ja. Als ik jullie ook ene kan aanraden, maar dan moeten we wel voor een beetje omrijden... dat is bij die monniken. Oké. Want wat ze daar niet hebben getoond, is dat wij dus ook... Weet jij nog welke aflevering het is? De monniken is aflevering... Wat zijn er 6, hè? 3, denk ik. Dat gaat er nog allemaal weer. Ik ben niet zeker. Ik zal proberen te zien. Ja, ja. Mm-hmm. Aflevering 3, de monniken. We zijn s'avonds naar de dinges geweest. Naar de begraafplaats. En dan waren die daar allemaal, er zijn verschillende boeddhisten, maar boeddha's die er staan, met bijvoorbeeld een rood lapje, en dat is voor de kinderen ter bescherming, of wanneer dan ze... maar daar leerde echt heel veel, dat is zo'n speciale sfeer, zelfs iemand met zoveel energie, zoals Sam heeft bijvoorbeeld, of zoals Gij. Ja. Die kwam daar enorm tot rust op een zeer eigenaardige manier. Cool. En die tempels, er zijn er meer dan 2000. Ja. Er waren er vroeger veel meer. Maar dat zijn allemaal stenen. Het is echt... Ja, moet het zijn. Je moet het zien. Ik denk dat ze het er ook niet volledig konden insteken in de reeks, omdat dat kwam niet... tot zijn recht, omdat dat moet zijn ondergaan. Ja. Zelfs de ploeg, die werden daar heel stilletjes van, heel... dat kan iets heel raars zijn om te gaan zeggen, we gingen even over de begraafplaats wandelen. Maar dat was een eind, hè, dat ik het u zeg. Ja. Maar ook hoe een eerbetoon
dat bijvoorbeeld gaat Panasonic en die hebben daar een graftombe voor al uw mensen die voor hun hebben gewerkt om daar dingen. Want hetgene wat daar werd bijgehouden is de strotenhoofd. Strotenhoofd. Ja. Okay. Voor het welzijn en dit en dat. Dat is zot, hè? Die enorme culturele verschillen, maar ook dat idee, vind ik. Zo, dat ding vond ik ook heel cool, dat jullie in zo'n restaurant zaten waar je door robots bediend wordt. Ja. Maar die robots waren eigenlijk mensen die thuis zitten, die niet kunnen werken omwille van gezondheidsredenen. Ja. En die bedienen u eigenlijk via zo'n robot. Ja. Dus de robot zelf die beweegt, dat is iemand anders. En dan heb je dus diegene die bij u mee aan tafel zit. Ja. En daar doe je een klapje mee. En dan vraagt u, wat ga jij nog doen vandaag? En heb je deze al gezien? En heb je dat al gezien? Dat bestelling op een dit is er ook. Initiatief. Ja, dat was echt heel tof. Dat zijn zo van die dingen. Dat ik probeer altijd wel iets te vinden waarin dat je iets goed doet. Niet zomaar, alleen zoiets. Er moet iets zijn waardoor dat je iets hebt gegeven. Ja, en ook het feit dat je wel merkt dat die bepaalde dingen doen, maar je van denkt, ja, daar zijn wij hier nog niet. Hè? Of dat is een idee dat hier totaal nog niet leeft. Ja. Maar dat er andere manieren zijn voor om te gaan, hè, hoe dat sommige culturen omgaan met oude mensen bijvoorbeeld, veel beter dan wij. Hè? Wij die de neiging hebben van ze dan maar in een home te duwen. En zo. Ja. In jullie gevallen dan weer niet, want jullie hebben zo heel hard dat gezien, iedereen bijeen. Maar bij veel mensen is dat gewoon niet meer bij ons. Hè? We hebben voor niks tijd en het is allemaal dat. Terwijl ja, die in die landen hebben ze het ook druk, maar die vinden andere manieren om daarmee om te gaan. Die er een cultureel en ander idee bij hebben. Dat vind ik wel altijd heel cool om te zien. Ja. Ja. Maar je hebt eigenlijk nog altijd niet geantwoord, hè, Andries. Jij vroeg, wat vond je de leukste van alles dat je gedaan hebt? Voor mij zijn ze allemaal anders. En de volgende kijk ik enorm naar uit. Oké. Okay. En ik denk dat de volgende mijn favoriet gaat zijn. Ah, oké. Okay. Alright. Okay. Denk goed. Ik. Ja. Omdat de volgende hebben de kinderen ook een bijdrage geleverd in dingen die we gaan doen. Het is bijvoorbeeld, het eerste seizoen ben ik degene die eigenlijk hun met drie in alles verrast. Waar dat we gaan slapen, wat dat we gaan doen. Ik vertelde, morgen gaan we dat doen. Dus zo, dat was zo alle dagen, oké, wat gaan we nu doen? Amerika heeft Shania mij geholpen. En dan merkte ik zo tegen het eind van die reis, maar ik heb eigenlijk zo weinig gedaan voor hetgene wat Shania leuk vindt. Wij waren zo bezig met, wat gaan die gasten leuk vinden? Wat gaan onze mannen leuk vinden? Zo dat ik bij Japan had gezegd van, zeg mij gewoon wat je zeker allebei in Japan wilt gedaan hebben. Dat ik zal er rekening mee houden. En voor de rest, laten we dan ook maar terug verrassen. Ja. En nu, bij het volgende, heb ik gewoon gezegd van, oké, ik zet de route. En ik zal idee's geven wat dat je daar allemaal kunt doen. En zitten er dingen tussen dat je zelf leuk vindt, dan laat het maar staan. En zeg je, nee, ik heb nog iets anders gevonden op die locatie. Ja. Dan gooi je het ertussen ik discussieer er zelfs niet over. Ja. Maar we moeten overeenkomen. Okay. Dus ik denk dat de volgende reis dat ik daar meer... Ja, dat. Maar ze zijn alle drie tot hiertoe volledig anders. Ja. Ze zijn echt zo anders. Ja. Je kunt dat niet vergelijken. Ja, in Amerika zijn wel, zowel ik en de Andries al redelijk weg geweest. Dus dat kun je ook al voorstellen wat dat is. Of dat weten wat dat is. Maar het is natuurlijk, Japan is zo voor de meeste mensen zo totaal een andere cultuur. Dat je daar toch wel echt stapt in de wereld dat je zegt, dat is een andere wereld als die van ons. Ja, en ik hoor pas zo Japan. Ja. Ik wil Japan nooit echt eens beleefd hebben en gezien. Dat is wel een goede cadeau voor uw 50 jaar ook. Hè. Dat was gewoon, als je die een envelop kreeg. Hey, 30, 50? Ja. Score, vriend. Goed bezig hier. En gaan we op bongo bonnen. Zo'n bloem van het nefstation. Ontbijt met bubbels. Ontbijt met bubbels. Hij bracht mij ontbijt met bubbels voor mijn verjaardag en dan wou ik nog met de kinderen mee gaan eten, terwijl die kinderen ontbijt voor een twee. Een geniaal moment, vooral dat Shania nog verontwaardigder was dan dat jij was. Ja, maar ja. Het is een momentje voor je eigen, wel, hè.
En hij blijft erbij, hè? Hij blijft, maar schat, kunnen een momentje voor uw eigen. Hij is een ontbedje van jou, geniet ervan. Dat is gewoon een ander. Dat is gewoon een andere zin voor. Dan zijn ik even van A van F. Ja. Doe gewoon, God daar gewoon zitten. Godverdomme, ik moet dat eerst ik verwerken dat ik met een wijf in mijn bed lig. What the fuck is dat? Oh, alle jaren opnieuw wordt die aver en aver. En ik blijf er nog altijd 12 uit zien. Ja, en zeurmel smeren en ze ziet er nog altijd de leeftijd uit dat ze moet zijn. Kelly, dat is waarom Vlaanderen die mensen zo graag zien. Dat is omdat je zegt wat iedereen altijd stiekem wil doen. Ja, en dan vraagt een beetje zout en dan zegt hij, zout heb ik, zout niet. Ja, dat hebben we allemaal gezien. Hè. Dat was. En ik dacht ook van, ah ja, tuurlijk Sam, die muiden niet laten liggen. Die muiden niet laten liggen. Ja, ja, het was het beste gezelschap op een verjaardag te hebben, ja. Kijk me wel voorstellen. En de plek ook, man, mega cool. In ieder geval, er komt dus een nieuw seizoen, dat kun je wel weggeven. Mm-hmm. Waar dat naartoe is, dat zullen we dan wel zien. Hoe dat allemaal gaat lopen, dat zullen we ook zien. Maar ja, je hebt een mega kanon in handen. Hè? Dus je weet ook van... Dat werkt, hè. Mensen zien alle geiren op reis gaan, hè. Ja. Ja. Of jij doet al zo... Wacht maar tot dat je dat seizoen gezien hebt. Dan is dat gedaan. Ja, nee. Je hebt gewoon zoiets van... Oké, de... Wat je goed gedaan hebt, is... Je hebt gezegd, het is met de familie dat kunnen beleven. Dat is al ongelooflijk geluk, hè. Ja. Dat je werk... mega cliché, maar dat je een job met familie kunt combineren, zonder dat je er iemand anders moet zijn, dat je eigenlijk ze... Mm-hmm. Dan heb je gewonnen, hè. Mm-hmm. Dat is zo. Mm-hmm. Dat is zo. En ondertussen... En dankbaar zijn we die momenten. Ondertussen heb je de mooiste herinneringen, hè. En weer, wederom... En mooi gemonteerd, hè. Ja. En Kenji nog op die leeftijd. Dat hij nog samen met mama en papa... wat wilde jij zeggen? Ik vind dat wij keitoffe mensen zijn. Al leuk, hoor. Nee, maar je hebt gelijk. Ik heb dat ook. Van die leeftijd, dat is maar pa, mij, daar wil ik niet mee op verlof. Als mijn dochter naar een vijf gaat, dan wil hij dat mijn mama en haar vriendinnen erbij zijn. Dan denk ik ook, dat kon ik me niet voorstellen op mijn leeftijd. Dan kon ik ging keigraag uit met mijn moeder. Nou, met alle respect, als die natuurlijk zeggen, we gaan naar het Zwarte Woud, of die gaan naar Japan, dat is ook een verschil natuurlijk. Ja, dat is waar. In Japan is ook heel veel groen, hè. Probeer een test. Mannetjes, ja. We gaan naar de Waddeneilanden of we gaan naar Japan. Eens zien wie dat er dan nog meegaat. Mm-hmm. Ja, ik snap wat je wilt zeggen. Ja. Toch nog eentje, de meest gestelde vraag. Ik schaam me ervoor, maar ze is zoveel gesteld dat ik ze moet stellen, want anders krijgen we shit. Doe jij ooit dat gras af? Nee. Dat is de echte waarheid. Allee, gast. Maar ik ga dat trick begrijpen. Ik ben getrouwd met de dochter van een keeper. Och, stik het daarop. De heikelijke... Een minuut van Brussel. Ja. Dat moet in baantjes like een voetbalplan bij ons zijn. Ja, dat is wel waar. Maar dat kun je niet linken strikken. Kelly en onze Kenji, die staan in voor de onderhoud van de tuin. Nee. Want bij mij zijn dat geen schoonrechte baan. Rechte bandjes, kennen dat? Die zeg niet zo dat jij het gras afrijdt. In blokjes. Oké. Ah ja. Heb je de grond, hè. Ja. Een magneet. Dus je hebt een hof en hij deelt dat in vier. Ja. En dan doet hem hier een vierkantje en dat dan gaat hem zo naar binnen. Zo. Tot wanneer dat is. En dan gaat hem naar daar en dan gaat hem zo een vierkantje. Want ja, dat is toch minder lopen. Ik zou er gewoon een graancirkel in doen volgende keer. Voor mij mag het gewoon... Ik zeg tegen hem, maar waarom rijden gewoon een bondje trekken? Dat is toch zo moeilijk, niet? Kenji en Kelly. Dat is niet willen. Fantastisch ook. Daar. Weet je wat? De meest gestelde vraag. Een wijs man heeft ooit gezegd, laat het gras maar groeien. Alsjeblieft. Ja, je moet achter je woorden scharen, hè. Anders moet je dat niet overjodelen. Hè. Je moet dat voetbestuk houden. Mag ik geluid, schatje? Dat is een diepgaande tekst, like het gras was en is. Metafoor. Anders zit het niet meer geloofwaardig en ben je ook niet meer van het betere werk. Hè. Dan hoor je er niet meer bij, hoor, bij het betere werk. Dat is waar. Van de alternatieve boys en girls. Want dan, pas op hoor, als hetgeen waar je over moet jodelt, moet je wel ook bijhouden. Dan. Er moet over nagedacht hebben. Anders ben je ongeloofwaardigheid kwijt. Dus als ik naar hem zeg, laat het gras maar groeien, in Vlaanderen, overal gaan jodelen, en dan thuis komen en in mijn hofje bezig zijn. Nee, Sam doet niet het gras af. Dat Sam is een zeer gevormde handjes van mijn vrouwke en mijn zoon.
Dus je hebt groot gelijk, Sam. En dat is de reden, Broem, dat wij geren zien. Dat is wij zo uit, mannen. Sam en Kelly, merci voor af te komen. Het was mega cool. Nog even vermelden dat de 3 seizoenen van Expeditie Goris nog altijd te zien zijn op VTM Go. We weten dus al dat er iets nieuws gaat aankomen. We weten nog niet wanneer. We weten nog niet naar waar dat ze gaan. Maar we kijken er in ieder geval al heel hard naar uit. Hey, mag ik Kelly met 2 bedanken? En ook, dat is heel gezellig. Marijke, merci. Ah, ja. Voor de uitnodiging en de gastvrijheid en de gezellige namiddag. Echt, bedankt alle 3. Heel geir gedaan. Ik heb ervan genoten. Voilà. Ja, en het is altijd goed om alle te zien. Dat is wederzijds. Een groeten aan die beleefde kinderen van jullie. Ja, inderdaad. Heel veel groeten. Ze zullen ook de groetjes thuis. Hè? We shall. Zo, dat was het voor ons voor deze week. Ik ben Alex, dat is Andries, dat is Marijke. Samen zijn wij Welcome to the AA. En volgende week zijn wij er weer terug when we make Monday great again. The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ik zit hier aan je voor de zon. Als het ergens over moet gaan, zijn de listen. Not the face! Rivers of Kumbiel. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.